Graag vermeld ik ook nog dat naast deze webinars er ook gratis begeleiding aangeboden wordt, verzorgd door de Vlaio-partners NSZ en Unizo. Deze begeleiding wordt zowel collectief als individueel georganiseerd en u krijgt de link ook nog eens op het einde van de webinar. En dan geef ik nu graag het woord aan Cees Scherpereel van Max United. Dank u wel, Stefan. Goed, we hebben een heel gevulde sessie vanavond rond online verkopen met een eigen webshop. Ik ben Cees Scherpereel, helemaal rechts daar bovenaan op deze prachtige foto met ons team van Max United. We zijn groeistrategen en geven advies aan KMO's. Niet alleen rond online verkopen, maar ook rond alle marketingaspecten en groeiaspecten die bij een KMO komen kijken. Ik ben zelf auteur van deze publicaties. En ook van de website co-publicist of content provider, zoals men dat zo mooi noemt. Van het internet ook uw zaak. Zeker een aantal bronnen die in het kader van deze reeks webinars wel interessant zijn om ook even te gaan bekijken. Ik ben ook co-host van een podcast, De Toekomst Jeukt. Dus even als mensen graag gaan lopen, wandelen, fietsen, autorijden en daarbij de koptelefoon graag rond de oren hebben. Dan is een podcast ideaal en misschien is die van De Toekomst Jeukt wel optimaal. Voilà. Heel een gedurfde sessie misschien vanavond. Ik heb 12 mensen die al te popelen staan om ook mee een stukje van deze sessie in te vullen. Het gaat eigenlijk om een vergelijking van de webplatformen, toegankelijke webplatformen die we hier zien staan. Dus een heel rijtje. Ik heb daarbij een aantal ondernemers, maar ook developers uitgenodigd om hun blik mee te geven rond deze verschillende systemen. Ze zijn toegankelijk omdat ze qua pricing, qua kostprijs eigenlijk niet zo zwaar wegen. We gaan even die verschillende platformen de revue laten passeren. Als er vragen zijn, er is een Q&A onderaan uw scherm of waar dat je die balk ook hebt geplaatst. Er is een Q&A. PrestaShop staat inderdaad niet op de lijst. Sorry, maar in een anderhalf uur is dat een heel gedoe. Ik heb PrestaShop ook even bekeken. Dat is een van de vragen op de Q&A alvast. Maar bleek door een aantal developers als wat complex te worden beschouwd. Dus niet zomaar instapklaar. Daarom geen PrestaShop in dit overzicht. Maar het gaat over de reeks eerste hulp bij online verkoop. En ik heb dan ook hulpverleners ingeschakeld om een verhaal te doen. En we starten alvast met de eerste in de rij. Shopify. We hebben Jente Kasprowski ook aan boord bij ons. Jente, jij bent er. En ik zou zeggen, start alvast met jouw exposé rond Shopify. En deel je ook je scherm bij deze? Zo, is het scherm zichtbaar? Ja. Ja. Hallo, wie ben ik? Jente Kasprowski, medezaakvoerder van Inventis. Dat is een webbureau en medezaakvoerder van Blabloom is een webshop, een webwinkel. Heel kort Inventis voorstellen. We zijn een webbedrijf, we doen maatwerk op het internet. Maar naast maatwerk doen we ook Shopify. En Shopify is een meer kant-en-klaar pakket. Dus we hebben echt wel ervaring met maatwerk en de kant-en-klaar pakketten. We zijn sinds 2004 actief en we hebben een 20-koppig team waarmee we websites, webapplicaties en webstrategieën opzetten. Voor wie hebben we al gewerkt? Onder meer de Zoo van Antwerpen, AB in Brussel, et cetera. En nu zijn we ook een webshop aan het maken voor een speelgoedketen van meer dan 20 winkels. Dus we doen eigenlijk alles van A tot Z. Ook van kleine ondernemers tot grote ondernemers. We doen het hele spectrum. Heel kort over Blabloom. Blabloom is een fysieke webshop. Een webshop en een fysieke winkel. We verkopen ecologische kinderproducten. We zijn daarmee gestart in 2014 en dit jaar doen we een 5 miljoen euro omzet. Dus dat is eigenlijk als zijproject begonnen, maar zo'n beetje uit de hand gelopen.
Waarom zijn we met Blabloom gestart? We maken met Inventus al jaren webshops. En heel veel van die webshops waren niet echt winstgevend of geen succes. En daarom dachten we van, ja, we willen dat ook wel eens proberen in praktijk. En hebben we eigenlijk al onze theorie omgezet in praktijk. En dan, dat is wel redelijk geslaagd. We doen nu meer dan 60 orders vanuit ons magazijn in Houtsbergen in Limburg. En dat maakt ons wel een beetje uniek als Inventus zijnde. Dus we hebben een complete e-commerce ervaring van technisch tot het praktische. Maar vandaag kom ik een beetje vertellen over Shopify. Shopify is een Canadees webshop platform waar wereldwijd webshops op draaien. Ik wil het eerst een beetje kaderen. Shopify versus maatwerk. Shopify is relatief goedkoop op korte termijn. Daar kan je redelijk snel mee starten. Maatwerk is sowieso een duurdere investering en is een langer traject. Shopify is interessant als je enkel met de mogelijkheden die Shopify aanbiedt, en dan zijn er toch wel wat, kan vertrekken. Bij maatwerk is dat omgekeerd, daar is alles mogelijk. Je kan je gaan koppelen op je ERP-systeem, workflows op maat maken zoals jij wil. Shopify aan de andere kant moet je je werking afstemmen op Shopify. Maatwerk kan je je webshop afstemmen op je werking. Dus er zijn twee andere insteken. Shopify is snel en relatief goedkoop als je nieuwe functionaliteiten wil implementeren. Je kan daar kijken welke plugins zijn er beschikbaar. Die gaan installeren. Als je met maatwerk zit, zijn nieuwe functionaliteiten vaak een investering. Traag, gaat veel langer duren en dat is echt lange termijn. Shopify komt met heel veel standaard functionaliteiten, waar maatwerk vaak minder standaard functionaliteiten heeft. Met Shopify kan je uiteindelijk wel op limieten botsen, terwijl met maatwerk, ja, daar kan je mee verder groeien met je onderneming en is eigenlijk de sky the limit. Het grote voordeel van Shopify is dat het gewoon snel op te zetten is en relatief goedkoop is qua investering om te starten. Meer dan 1 miljoen webshops draaien wereldwijd al op Shopify. Dus het is echt wel een systeem wat goed ingeburgerd is, goed getest en dergelijke. Een voordeel is ook dat het software as a service is, dus het is volledig gehost. Dus je hebt er geen kopzorgen, geen onderhoud, geen security updates naar hacking toe, zeer veilig. Er gaat bijna nooit iets stuk gaan. En er zijn tal van teams en ontwerpen beschikbaar en plugins. Dus ja, kort gezegd, een zeer compleet en gebruiksvriendelijk beheerssysteem. Shopify is qua pricing redelijk interessant. En daar heb je kosten per maand en moet je een deel gaan afdragen per verkoop die je doet. Dat is dan anders ten opzichte van maatwerk. Maatwerk ga je vaak één grote investeringkost hebben. En dan heb je niet altijd, of meestal geen kost of commissie per verkoop. Dit zijn nog even de kosten. Bij Shopify is het altijd wel interessant om te gaan kijken naar tarieven van betaalpartners. Die kan je, zeker als je gaat groeien, verder onderhandelen om goedkopere tarieven te krijgen. Een aantal voordelen opgesomd van Shopify. Je kan heel gemakkelijk producten beheren. Dus iedereen die met Word of iets dergelijks kan werken, kan absoluut aan de slag met Shopify om producten in te gaan voeren. Je kan deze ook in bulk importeren. Als je je producten kan beheren in Excel, kan je die in een template gieten en dan in bulk gaan opladen om zo werk te besparen. Automatische categorieën is ook een handigheidje. Je kan in Shopify categorieën gaan definiëren op bepaalde parameters. Kan je bijvoorbeeld, om iets te zeggen, als je je kleuren definieert in je product, kan je iedere producttitel die bijvoorbeeld geel bevat, kan je een categorie van maken die dan automatisch die producten selecteert.
wat een hoop werk kan besparen. Shopify heeft ook een heel degelijk stokbeheersysteem met meerdere locaties. Dus als je meerdere stoklocaties hebt, meerdere winkels, kan ook Shopify daar heel goed mee overweg. Ook verzendingskosten zitten er heel uitgebreid in. 1 miljoen shops gebruiken Shopify. En dan mag je ervan uitgaan dat de meeste problemen die je gaat tegenkomen ook wel eens gecoverd zijn door andere partijen. En dan zitten alle opties daar wel in om te verzenden. Op gewicht, op regio, et cetera. Er zit een heel uitgebreid kortingssysteem in. Je kan de kortingen niet zo gek bedenken of je kan ze wel gaan opstellen. Moest de kortingen die je wilt er niet in zitten, kan je nog altijd op zoek gaan naar een plugin die eventueel die kortingen wel aanbiedt. Er zit bijvoorbeeld ook een blog in Shopify inbegrepen. Dan kan je aan content marketing gaan doen. Ook die is heel gemakkelijk in beheer. Iemand die met Word kan werken, kan perfect een blog gaan beginnen en artikels publiceren via Shopify. Ook de website is zeer gemakkelijk aanpasbaar. Dus de items die in de templates staan, kan je gaan aanpassen via een editor. Dus ook heel eenvoudig om aan te passen. Een groot voordeel van Shopify is het grote aanbod aan plugins. Als je daar moet samenwerken met, ik noem er iets op, MailChimp of met MyParcel of andere items. Hoe meer mensen het gebruiken, hoe groter de kans dat er een plugin beschikbaar is. En dan kan je die integratie in enkele kliks doen. Sommige plugins zijn gratis, andere plugins hebben een maandelijkse kost. Dus dat is afhankelijk van de partner die de plugin heeft gemaakt. Via Shopify kan je ook heel snel en gemakkelijk je producten verkopen via andere platformen. Dan kan je via Facebook, bol.com, Google for Shopping, kan je heel snel je producten gaan aanbieden via alle kanalen. Ook zijn er tal van dashboards beschikbaar, meer dan dat je meestal nodig hebt. Sales reports, customer reports, marketing, search data, financiële reports, ook abundant shopping cards. Dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of die statistieken zijn wel beschikbaar. Ook handig vind ik persoonlijk is dat Shopify wel een degelijk mobiel beheer heeft. Je kan via je smartphone dagelijks, overal waar je bent, de omzet gaan raadplegen of kleine aanpassingen gaan doen. Ook interessant voor handelaars die een fysieke winkel combineren met een webshop. Shopify heeft wel een degelijk kassasysteem. Of ook als je als webshop een pop-up store wilt gaan doen of ergens op een beurs gaan staan, heeft Shopify echt wel een degelijk kassasysteem wat je out of the box kan gaan gebruiken. Shopify is voor de meeste starters wel een goed platform om te gaan gebruiken. En dat is een tip die ik wel wil meegeven. Wanneer een webshop faalt, is meestal het platform niet de oorzaak. Dus Shopify is een goed platform. De andere platformen die er vandaag nog aan bod gaan komen, zijn allemaal goede platformen. Het is daar zaak om te kiezen welke het best bij je past. Daarom ook nog enkele tips die ik wil meegeven. Zorg in eerste instantie voor een goed platform. Maar daar zijn de meeste platformen wel goed. Maar wel nog belangrijker, mijn inziens, is dat je zorgt voor een goede invulling. Producten ingeven is niet iets wat zomaar snel kan gebeuren. Daar kan je best echt wel voldoende tijd en energie in investeren. Maar zorg ook voor een goede marketingstrategie en een marketingbudget. Dus je hebt bereik nodig. Je moet mensen op je webshop krijgen. En dat is waar de meeste mensen te weinig energie en budget in investeren. En als laatste, geduld. Het is bij e-commerce heel belangrijk om na de start niet te hopen dat je binnen de eerste 2-3 weken al heel veel omzet gaat genereren. Dat heeft echt wel tijd nodig. Bij Blabloom hebben we daar 2-3 jaren
op gedaan om echt op kruissnelheid te zijn. En het is na 6 jaar zijn we nog altijd in stijgende lijn. Dit was mijn uiteenzetting. Ik denk dat we dan naar Lauren gaan om een kleine getuigenis over Shopify. Ja, dat klopt. Lauren, je bent ook bij ons. Kloppen die zaken een beetje zoals Jente dat voorschrijft? Hè? Geduld hebben, heb je dat ook ervaren met jouw webshop lave.store? Ja, klopt. Ik ben gestart met een idee, of de meisjesdroom eigenlijk. Ik dacht, hier ga ik aan beginnen. Wel heel goed op voorbereid, maar inderdaad, alles heeft tijd nodig. Alles heeft heel veel onderzoek nodig. Een eigen inbreng en dan raak je er wel. Ik ben verder dan ook begonnen op WooCommerce. Dus dat is misschien wel leuk voor de anderen om te weten. Ik ben gestart op WooCommerce en ik ben na 1,5 jaar overgegaan op Shopify. Waarom? Omdat WooCommerce voor mij persoonlijk niet meer te goed werkte. Ik heb daar altijd heel graag mee gewerkt. Ik vond het ook voor mezelf een heel makkelijk platform. En gezien dat je er zelf heel veel op kon proberen, kon uittesten en kijken wat het beste voor je paste. Ook de apps die erop staan zijn eindeloos. Daar kan je echt enorm veel mee doen. Dus ik vind dat ook wel echt een aanrader. Maar vanaf een bepaald moment werd mijn groei op de website groter. Ik kreeg veel meer bezoekers en iedere livegang van een collectie ging mijn website plat. Wat dus niet de bedoeling is als je een nieuwe collectie online zet. Dat gaf heel veel stress met zich mee. Natuurlijk moet je dan geduld hebben, maar dat is iets wat je zelf niet in de hand hebt. Je moet dan ook naar de websitebuilder bellen. Ik ging op zondag soms online, dus die waren niet altijd bereikbaar. Dus ik had heel veel crisis daar in dat moment. En dan kwam coronatijd, dus voor de webshops was dat ook een ideaal moment om te blijven groeien. Dat deed ik ook. Dus heb ik dan de stap gezet om over te gaan naar Shopify. Waar ik tot op de dag van vandaag nog heel tevreden mee ben, want mijn website is nog geen enkele keer plat gegaan. Dus al helemaal top. Verder is Shopify ook heel handig om mee te werken, zoals Jent al zei. Alles is heel goed uitgelegd, alles gaat heel gemakkelijk. Op sommige dingen vind ik het zelf nog wennen, omdat ik WooCommerce gewoon ben. En daar zijn de opties eindeloos en ook meestal gratis. Shopify daarentegen, daar hangt wel een prijskaartje tegenaan die niet heel duur is. Maar als je van heel weinig te betalen gaat naar iedere keer een app toe te voegen waar je maandelijks voor moet gaan betalen, moet je wel bewust zijn dat je daar iedere maand voor moet afgeven. Shopify, daar betaal je ook een percentage af per order die je krijgt, geloof ik. Dus dat zijn wel dingen waar mensen rekening mee moeten houden. Maar voor mij, als webshop zijnde, online aanwezig zijn, de app altijd kunnen rekening houden met de klant, altijd aan de bestellingen kunnen. Dat is ook iets wat niet in WooCommerce zat. Dus de app zat daar niet, of daar was geen app in. Dus dan vond ik iets moeilijker werken. Dus nu kan ik ook altijd gewoon producten, als ik denk, oh, dit moet even veranderd worden, hier moet een stok veranderd worden, ik ga dit er nog even opzetten, dan is dat allemaal heel snel gedaan. Hier zie je ook een product komen, je ziet alles is heel mooi uitgelijnd, ook allemaal zelf laten doen bij Inventus, dus bij Jens en het bedrijf zelf. Heel goed geholpen daar. Ik vind ook wel bij Shopify zijn bepaalde apps die geïntegreerd worden moeten in de CSS. Daar heb ik geen verstand van, dus dan vind ik het wel handig dat er iemand is die mij verder kan helpen. Dus een bedrijf, dus ik raad ook echt mensen aan om daar soms... Het begin is het wel allemaal leuk om het zelf te doen, maar met een groei zorg dat je iemand professioneel langs je hebt staan die een last van je schouders kan nemen, want er gaat heel veel op je afkomen als ondernemer. Zeker startende. Dus dingen die niet voor je eigen bestemd zijn, geef je ook uit handen, zodat je kan focussen op andere dingen om te groeien. Dus dat zijn wel mijn dingen die ik tot nu toe ervaren heb. Shopify is, ja. Je bent een spraakwaterval, zou ik zeggen. Ja, sorry. Redelijk enthousiast. Er komen vragen binnen op de Q&A. Ik kijk er toch wel eentje uit. Hoe zit het met de betalingssystemen op Shopify? Is een vraag, is dat gemakkelijk? Wellicht is dat niet meteen voor jou, ik weet het niet, Lauren, of dat je daar zelf dezelfde betalingssystemen van Shopify, maar daar maak ik geen gebruik van. Ik heb altijd met Molly gewerkt en die heb ik dus ook mee geïntegreerd gewoon in de website die ik nu heb bij Shopify. En ik ben daar heel tevreden over. Dus ik weet niet hoe de betalingen zitten als je via Shopify zelf werkt met de website, maar met Molly vind ik zeker een aanrader. Ik weet ook dat er heel veel andere webshops op draaien. Dus die gebruik ik.
Jente, heb jij daar misschien nog een feedback op? Nu, bij Shopify kan je alle betaalpartners integreren die je maar wenst. Als je heel snel wilt starten, kan je de bestaande Shopify betaalaanbiedingen gebruiken. Maar die zijn meestal wel iets duurder dan wanneer je zelf kan gaan onderhandelen. Ja. Nog even kort terug naar Lauren. Jent had het daar straks over heel goede inrichting van kortingen en zo. Gebruik je die zaken of zijn er geen kortingen te krijgen in jouw winkel? Jawel, jawel, zijn er geen kortingen te krijgen. Inderdaad, heel gemakkelijk mee te werken. Maar ik ben heel gewoon om nog altijd met WooCommerce te werken. En daar was het bijvoorbeeld, kon ik zeggen, ik wil deze korting alleen op die product of op, die mag niet op de nieuwe collectie komen. En dat is ingewikkelder in Shopify, want daar kan je alleen maar in een bepaalde categorie. Dus moet je al echt gaan nadenken wat waar op mag en wat waar niet op mag. En dan inderdaad is het met die apps werken. Maar met kortingen, je bent eindeloos met dingen. En je bent gewoon zeker dat die dingen ook allemaal werken. Dus daar zijn geen conflicten in apps, omdat daar inderdaad zoveel achter gebouwd is al. Waar je dan eigenlijk ook voor betaalt, maar je krijgt wel waar voor je geld. Dus dat is wel iets. Ja, en afsluitende vraag misschien. Gebruik je ook een kassasysteem van Shopify? Nee, momenteel niet. Ik doe wel pop-ups, maar er komt zoveel bij kijken. En ik ben nog altijd, zelfs ik ben alleen, dus ik ben vrij ver gegroeid tot nu. Maar dat is nog iets wat ik er niet heb bijgenomen. Maar ga ik er wel aan beginnen. Dus misschien bij een volgende keer kan ik daar meer over vertellen. Alright, super. Dus ik hoor toch wel enthousiasme over Shopify enerzijds, over de samenwerking met Inventis anderzijds, maar een beetje veranderingsproces ten opzichte van WooCommerce, wat je eigenlijk gewoon bent geworden. Dus ik heb ook gewoon voor mijn eigen uitgetest wat het beste was of wat de beste oplossing was voor mij op dat moment. We zaten ook echt in een groei, dus ik moest snel beslissen, ga ik wisselen, ga ik niet wisselen. Er moest een oplossing komen en we wisten niet waar het probleem zat toen destijds met de webshop zelf. Toen ik nog op WooCommerce zat, dus dacht ik oké, we doen het in één keer goed. En we zetten nieuwe stappen, maken een nieuwe website, we gaan verder. Dus dat is voor mij wel heel goed geweest. Maar voor de rest, het ligt een beetje aan iedereen heeft iets anders wel graag of wilt liever een ander bedrag geven aan een website of ziet iets liever zo lopen. Dus dat is een beetje een persoonlijke ingeving die je moet doen. Maar ik ga het zeker aan door startende ondernemers. All right. Mooie site trouwens. Je doet heel veel werk aan de eigen foto's. Dus dat is een... wellicht doe je dat heel graag. Ik hoop het voor jou. Want dat de foto's natuurlijk op zich iets minder. Maar ik ben daar zo mee gestart en klanten worden heel snel iets gewoon. En ze zijn mij gewoon te zien, ze zijn mij gewoon met de kleren te zien. En eens dat daar iemand anders voor gebruikt wordt, dan raak ik klant ook in de war. Dus denk goed na over hoe dat je iets wil presenteren naar je klanten toe, want ze raken echt snel iets gewoon. Dus ik ben het zo blijven doen, tot nu toe lukt het allemaal. Ik ga nu ook vanaf volgende week beginnen met ga ik naar een pand, dus ik kan mijn eerste pand gaan huren. Mijn groot genoeg geworden, mijn stok is groot genoeg geworden, waar dat ik dan ga verder gaan met een showroom. Dus het online gedeelte blijft groeien en nu gaan we zo'n stapje verder. Dus... Alright, klinkt allemaal heel mooi, heel mooi. Veel succes gewenst en bedankt om uw getuigenis hier met... Dat is heel graag gedaan. Ja, bedankt Lauren. We springen van het ene systeem op het andere. We komen in de wijnbusiness terecht. Er zijn slechtere dingen om op de woensdagavond in verzeil te geraken. En als alles goed is, hebben we Patrick nu bij ons. Patrick van B&Co. Ja, goedenavond. Dag Patrick. Vertel het, jij bent met WooCommerce in zee gegaan, maar je hebt ook een parcours voorafgaand aan dit verhaal doorgemaakt. Hè? Vertel eens. Ja. Om te beginnen moet ik zeggen dat wij een winkel hebben, een belevingswinkel, waar dat je in feite kunt beroep doen op ons advies. En dat is een heel belangrijk aspect in ons verhaal. Wij vertellen, achter elk product die we hebben, vertellen wij het verhaal van de wijnmaker, het wijndomein en zo verder. Dus dat is een heel, heel interessant gegeven voor de klant. En daarom komt de klant ook naar hier. Maar langs de andere kant waren wij er ons bewust van dat wij ook het multi-channel verhaal moesten integreren in ons firma. En vandaar dat we dan ook gekeken hebben om een webshop te organiseren. Wij hadden een bestaande website. Die draaide op een verouderd platform.
Toen wij prijs vroegen om een webshop daarin te integreren, was dat een offerte die we gekregen hebben, waarvan we achterover lagen. Dus vandaar dat we eigenlijk dan op zoek gegaan zijn naar alternatieven. In eerste instantie zijn we dan gearriveerd op het platform StoreSquare van Roularta. Maar ondertussen bestaat dat denk ik niet meer. Tenzij dat gaat met die. Nee, dan heb ik zelf op Shopify volledig zelf een webshop gemaakt. En uiteindelijk hebben we dan beslist om onze oude website en de Shopify aan de kant te schuiven en een volledig nieuw project op te starten rond een nieuwe website met webshop aangekoppeld, die dan draait onder WooCommerce. Alright. Ja? In de zoektocht naar een partner om een webshop te maken, hoe zijn we daar te werk gegaan? We hebben verschillende partijen uitgenodigd naar onze firma om te praten over hoe zij het zouden aanpakken, hoe zij het zien, hoe dat zij ook het visueel zouden aanpakken en dergelijke meer. Want wij hadden een huisstijl die we terugwensten te vinden in onze website, webshop. En uiteindelijk zijn we dan in zee gegaan met een bedrijf Barnes uit Kortrijk. En dat is Peter Verschuren. Waarom hebben wij geopteerd om met die firma te werken? Eerst en vooral werkte hij met een platform dat up-to-date was. WordPress, hoe heet dat? Ik trek me daar niet te veel van aan van hetgeen erachter staat voor mij. Wat belangrijk is dat het goed oogt en dat het goed werkt. Maar WordPress heb ik vernomen dat dat een platform is dat zeer recent en zeer up-to-date is. Dus vandaar zijn we daarvoor gegaan. Een tweede punt dat belangrijk was, is dat we gegaan zijn voor iemand die er... Barnes is een bedrijf dat werkt met één persoon. Dus Peter beheert alles en beheerst alles. En met die man samenwerken was eigenlijk een plezier. Dat is wat ik had er ook veel, veel vertrouwen in. En uiteindelijk is het geworden wat u hier net hebt gezien. Mooi. Je haalt al een aantal keer aan samenwerking met die partij en ook in uw historiek om daartoe te komen. Dat leek ook voor Lauren wel een belangrijk aspect. Ik denk dat ook nog vaker zal terugkomen in de presentatie vanavond. Die samenwerking, dat is ook eigenlijk iets wat wij als adviseurorganisatie eigenlijk ook wel aanbevelen van als die relatie goed zit met je webbouwer, houden zo. Je hoeft niet te hoppen van het ene systeem naar het andere. Want uiteindelijk werkt je met iemand die een groot aspect van je bedrijf beheert. En Hans, die website en webshop, dat moet functioneren zoals jij het wil. En in overleg met die man, met Peter Verschuren, zijn er een aantal zaken aangepast, waardoor dat ik bijvoorbeeld meer mogelijkheden had om zaken te veranderen dan dat hij even initieel voorzien had. Van bepaalde zaken veranderden en ik kon dat zelf niet aanpakken. Ik moest dat iedere keer vragen aan hem om dat aan te passen. En uiteindelijk heeft hij mij dan meer toelatingen gegeven om bepaalde zaken aan te passen. En uiteindelijk kan ik heel, heel veel zelf doen op dat platform waar we nu mee werken. Ja. Patrick, je hebt 600 whiskies, 100 rums in het aanbod, naast alle wijnen in je winkel. Staan al die producten op je webshop? Wij maken daar een keuze in. Wij werken eigenlijk altijd met voor wijnen. Allee, proberen wij een aanbod te hebben waar dat we exclusiviteit hebben. Wijnen die je niet overal vindt. Dus wij proberen rechtstreeks import te doen. Die zaken staan er allemaal in. Omdat bijvoorbeeld, ik heb hier zitten we nu in een nieuw project dat we aan het opstarten zijn, wat een beetje gecounterd geweest is door de corona. Maar we zijn een shop-in-shop project aan het opstarten, waarbij dat we ook werken naar cadeaus die draaien rond tafel en apéro. Dus het verlengde waar dat ons dranken drinkt en geniet, daar zijn we nu ook begonnen met een shop-in-shop principe. Maar wij werken eigenlijk met exclusieve producten. En die exclusieve producten voeren we ook exclusief in voor België. En die staan allemaal online. Dat kan je natuurlijk... Heb je een idee hoeveel erop staan? Ik denk dat 70% van ons wijnen online beschikbaar zijn. En we focussen daar echt op de producten die we exclusief hebben. Waardoor dat wij ook die producten beschikbaar maken voor mensen uit Antwerpen, uit Limburg. En zo die mogelijkheid bieden om dat daar ook te vervoeren. Ja. Je importeert die producten af en toe, dacht ik. Ja, heel veel, ja. 80% van mijn wijnen wordt geïmporteerd, ja.
Op welke manier? Ik denk dat uw systeem is DBFACT, als ik het goed heb. Ja, wij werken met DBFACT en dat is dus gelinkt aan onze webshop. En elke avond rond elke morgen rond 2 uur wordt er een automatische datatransmissie gedaan, zodanig dat alles eigenlijk constant geüpdate is qua prijs, qua foto's, qua voorraad. Ja, inderdaad. Ja. Alright. Tussentijd, stel nu dat er een belangrijke wijziging is, dan kan ik je ook nog een upload opstarten en zelf uitvoeren tijdens de dag, als dan. Maar automatisch, om 2 uur 's nachts gebeurt de transmissie van de data, zodanig dat wij elke morgen, zowel qua voorraad, qua producten, qua aanbod en qua prijs, volledig up-to-date. En dat is wel, een heel belangrijk gegeven, want in het verleden moesten we alles zelf inputten en dat was eigenlijk heel moeilijk. Dus Excels maken en die Excels invoeren, nu is dat automatisch gekoppeld. En met zo'n aanbod is dat wel belangrijk dat je dat op die manier kunt doen. Patrick, er komt een vraag binnen. Welke plugin gebruik je voor facturatie? Komt de facturatie uit WooCommerce of uit een ander? Dat is nog een puntje dat we naar de toekomst toe gaan moeten aanpassen. Nu krijgen we een order binnen en dan wordt dat manueel verwerkt in ons facturatieprogramma. Dus die link, die volledige automatisatie zit daar nog niet in. Nu, je moet ook zien, wij zijn daar nu nog maar een klein jaar mee bezig. Dat is ook niet zo dat je van de eerste dag daar plat gesmeten wordt met bestellingen. Zodoende in onze sector is het ook wel, we zijn een heel aparte sector. Dat is niet de meest populaire sector waar mensen graag online kopen, omdat zij, als zij bijvoorbeeld naar onze winkel komen, zij weten dat zij zaken kunnen proeven. Er staan 100 whiskies open die kunnen geproefd worden. Op die manier gaan wij ook gaan checken naar de behoeften van de klant, de smaak van de klant, en op die manier altijd proberen de juiste zaken mee te geven. Met het online gebeuren kan dat niet. Nu, wij hebben daar nu recent een WhatsApp-functietje aangekoppeld, waardoor dat de mensen vragen kunnen stellen en waardoor ik mij engageer om binnen het uur een antwoord te bezorgen aan de klant. Ja. Patrick, je hebt ook nog een paar tips meegegeven. Ja. Voor mensen die opstarten. Ja, dus je creëert een platform. Dat platform staat er dan. En dan begint het werk pas. Hé. Want uiteindelijk, je hebt iets gecreëerd, een kader gecreëerd. Maar dan moet dat gevuld worden met de nodige producten. En dat is een werk van lange, lange adem om dat er allemaal in te krijgen. Dus dat stond, alles stond wel in onze ERP. Dus alle producten stonden in onze ERP. Maar daar waren niet overal foto's aan gekoppeld. Daar was niet altijd de juiste uitleg aan gekoppeld en dergelijke meer. Dus dat is een heel werk van maanden geweest om dat allemaal up-to-date te krijgen. Dus zeer tijdsintensief. Ik heb daar gelukkig een student drankenkennis kunnen aanwerven die daar 2 maanden hard heeft aan meegewerkt. Multichannel aanbod, zoals je kunt zien, verwacht er de hemel niet van. In ons geval is dat niet zo. Nu, langs de andere kant moet ik wel zeggen dat ik heel, heel blij was dat alles up-to-date stond als de eerste coronacrisis, de eerste lockdown werd uitgeroepen. Vanaf dan is onze webshop een heel, heel mooi alternatief geweest voor onze winkel. Niettegenstaande dat onze winkel open mocht blijven. Maar het is niet dat je moet verwachten dat je direct met 50% gaat groeien. Dat is totaal niet het geval. Voor ons is dat een aanvullende manier voor onze klant om aan te kopen bij ons. Hè. Ja. En dan natuurlijk moet je het geheel kaderen in een commerciële aanpak, een globaal commercieel plan. Dat is wel een belangrijke idee. Ja. Waar dan we nog werk aan hebben, trouwens. Het is een continu werk. Ik denk dat dat voor elk systeem, elk platform zo is. Het is nooit gedaan. Dus als je die mindset hebt, dan ben je al een heel eind, zou ik zeggen. En het tijdsintensief opstaan, maar blijven gaan. Hè. Blijven gaan, ja. Ja. Goed, Patrick, bedankt voor uw getuigenis van WooCommerce. En we volgen uw site op de voet, uiteraard. Ja, absoluut. Dank u wel. Goedenavond. En we springen meteen naar... maar misschien nog even een mededeling. Ik zie een aantal vragen passeren op die Q&A. Dat is allemaal super fantastisch. Ik heb nu niet de tijd om alles concreet te gaan beantwoorden. Jullie zien ook niet alle gestelde vragen, alleen de beantwoorden. Maar in elk geval, stel uw vraag... ik ga die zeker
capteren op het einde van de presentatie. We verwerken die, gaan de vragen misschien stellen aan de verschillende getuigen of professionals, om die in de komende dagen ook via de Vlaio-site met u te delen. Dus laat gerust uw vraag dus weten. Intussen, David Warzowski, je bent er nog. Dag David, goedenavond. Goedenavond. Jij bent de man achter, of één van de mannen en vrouwen achter ja, één van de, ja, klopt. Ja. Vertel jouw verhaal eens rond de CCV Shop. Ja, nee, oké, okay, goed. Inderdaad, CCV Shop. Misschien even met de presentatie, misschien heel kort. Zo. Dus CCV Shop, misschien eerst even heel kort. Inderdaad, zoals Aziz het zei, ik ben een van de personen bij CCV die zich dag in dag uit bezighoudt met het e-commerce gedeelte, namelijk CCV Shop. Hè. Zoals dat velen van jullie misschien wel CCV kennen als provider van betaaloplossingen en betaalterminals. Is wat een aantal mensen misschien minder meteen bij hen in belken doet rinkelen, is dat CCV ook een e-commerce oplossing heeft onder de noemer CCV Shop. En naast die shop, waar ook een geïntegreerde PSP in zit, namelijk CCV Online Payments, hebben we inderdaad ook nog die PSP-module die ook op andere platformen kan gebruikt worden. Dus misschien inderdaad wel goed om vandaag even toch CCV Shop wat meer toe te lichten. Misschien handig is dat we meteen, ik ben al even iets te ver, is dat we meteen even gaan kijken, laten we zeggen, in het beheerspaneel, om jullie toch misschien een eerste indruk te geven van hoe dit platform in elkaar steekt. Ik ben blij dat Jente eerst al over Shopify heeft gesproken, want CCV Shop is eigenlijk net als Shopify ook een service, een software as a service platform, dus met name alles in één. Hè. Dus je hoeft je als klant niet te bekommeren met domeinnamen aan te kopen, te registreren of hosting te beheren en dergelijke meer. Dus je bent eigenlijk van al die zaken verlost. Hè. Idem voor updates en dergelijke meer. Alles zit eigenlijk in het platform ingebakken. Dus je ziet als je inlogt, heb je meteen een overzichtsscherm die jou meteen al een blik geeft van ja, hoe is de dag verlopen en hoeveel orders zijn er binnengekomen, met meteen al een aantal links naar de belangrijkste elementen op je shop. Hè, bijvoorbeeld naar je producten, en waarin dat je dan eigenlijk heel eenvoudig jouw producten kunt gaan begeren. Zoals ik hier bijvoorbeeld wijzig product ingeef, dan zie je dat je eigenlijk een aantal elementen hebt dat je heel snel en heel eenvoudig kunt gaan aanpassen in jouw producten. Handig en vooral redelijk intuïtieve systeem zorgt ervoor dat heel veel mensen er ook meestal voor kiezen om de shop zelf te bouwen. Een aantal van hen laat hem ook wel bouwen door CCV, maar op zich, als je dat een beetje in de vingers hebt, is het op zich niet echt een probleem om jouw shop hiermee te bouwen. Ook handig bijvoorbeeld is iets als het SEO-tapje, die jou eigenlijk een beetje in staat stelt om jouw teksten wat te gaan verfraaien, zodanig dat er allemaal een beetje beter uitziet voor de vrienden van Google. Ook interessant binnen het volledige CCV Shop-verhaal is het orderoverzicht. Hè. Dus je kunt eigenlijk perfect ook in één oogopslag jouw orders gaan bekijken. Je ziet ook waar bevindt een order zich. Kan orders gewoon gaan aanpassen, statussen wijzigen, exporteren. Je ziet hier ook exporteerorders. Als je allerhande tabelletjes of statistieken daarop wilt gaan loslaten, dan kan dat ook. En vooral ook heel interessant, en daar heb je ook een beetje de gelijkenis dan met Shopify opnieuw, dat is de App Store. En bij de ene is dat een plugin, bij de andere noemen ze dat een add-on, wij noemen dat een app. En dat is net inderdaad ook een beetje als in Shopify-verhaal, zijn dat extra functionaliteiten die je eigenlijk kunt gaan toevoegen aan je CCV-shop. En dat gaat van bepaalde marketing tools of koppelingen inderdaad, met MailChimp bijvoorbeeld, maar ook naar verkoopskanalen. En je ziet hier dat je kunt koppelen met Bol,
Maar als ik verder ga kijken, dan ga je ook zien dat je bijvoorbeeld kunt koppelen met Amazon. Dus daar zit toch heel wat bij. Je kunt ook koppelen met bepaalde boekhoudpakketten. Dus daar zijn toch heel wat mogelijkheden. Ook hier, een aantal van die zaken kun je zien, zijn gratis. Andere zijn dan maandelijks te betalen. Alles hangt inderdaad ook een beetje af of dit bijvoorbeeld een eigen ontwikkeling is van CCV zelf of een ontwikkeling van een partner die daar graag ook nog wat voor vergoed ziet. Interessant ook, dat kan ik nu helaas niet tonen, maar als je dus tijdens de kantooruren in je CCV-shopomgeving bezig bent, dan kun je eigenlijk hier bovenaan, dan heb je eigenlijk een vakje extra. En dat is eigenlijk een vakje waarmee je eigenlijk meteen iemand van de support kunt te pakken krijgen via de live chat. En die je dan eigenlijk meteen kan gaan helpen. Dus stel je bent aan het werken in je shop, je loopt ergens vast, wel geen probleem, je kunt het meteen aan iemand vragen. Stel dat er niemand beschikbaar is, hebben we ook nog altijd wat wij noemen onze kennisbank. Als ik hier bijvoorbeeld wil kijken, ja, wat kan ik gaan doen met kortingsbonnen bijvoorbeeld binnen mijn CCV-shop? Wel, dan kan ik dat onderwerp even ingeven en dan zie ik hier ook alle mogelijke uitleg daarover. Dus dat is wel handig. Dus dat is zo'n beetje in een, ja, hoe moet ik het zeggen, in een overzicht wat je kan verwachten van het CCV shop platform, zeg maar. Als we dan even gaan kijken, wat moet je daar vooral van onthouden? Wel, het is heel eenvoudig in beheer. Hè? Dat hoor je van heel veel klanten. Dus het is redelijk intuïtief en het is heel makkelijk om je weg erin terug te vinden. Je hebt de support die je kunt bereiken, zowel telefonisch, via mail en via chat. Je hebt de standaard geïntegreerde CCV online pay-module. En ook wel zeer handig, en zeker nu in tijden van corona, is de bestel- en afhaalfunctie. Vooral een aantal horecaklanten gebruiken dat van ons, omdat dat jou eigenlijk toelaat dan om eigenlijk op je shop te zeggen, kijk, je kan iets bestellen, je kan het komen afhalen en kies gerust voor ons wat er beschikbaar is, welke dag en op welk uur dat je dat komt afhalen. De koppelingen hebben we gezien bijvoorbeeld in de App Store. Handig om te weten is dat er naast de App Store koppelingen dat de shop ook voorzien is van een API-interface, wat eigenlijk betekent dat je mij eigenlijk in theorie met heel wat andere externe platformen zou kunnen laten koppelen. En dat gebeurt soms ook, maar dat is heel vaak zo met API-koppelingen. Die koppeling moet natuurlijk door een of andere partij ontwikkeld worden. En je kan natuurlijk kiezen, bouw ik die shop zelf of laat ik hem bouwen door CCV, want ook een aantal klanten kiezen er inderdaad wel voor om dit door CCV te laten ontwikkelen, omdat ze zeggen, ja, wij hebben er niet zoveel tijd voor of wij hebben liever dat jullie dat doen. Heel kort even, B2B-module, dat zit er ook in. Ik ga daar niet te veel over uitwijken, maar het is wel interessant om te weten als je inderdaad zegt, ik wil ook een B2B-functionaliteit toevoegen in die shop, dat kan. En dan heb je daar onder andere afzonderlijke prijzen voor B2B-klanten of prijzen enkel zichtbaar met een login dat je vooraf moet goedkeuren, eventueel afwijkende betaalmethoden. Dus dit kan ook wel. Concreet naar de formules toe. Dus we werken ook met een abonnement, een beetje gelijkaardig als Shopify. Waarbij dat je dan eigenlijk vooral een onderscheid maakt in het aantal producten die je gaat verkopen. Zijn het medium pakket die gaat tot 50 producten, het large pakket tot 15.000 en dan enterprise tot 50.000 en waar je dus desgewenst ook de B2B-module in kan activeren. Wie meer info wil, kan gerust eens gaan kijken op de CCV-website. Weet ook dat je het altijd 21 dagen gratis kunt gaan uittesten. Zonder verplichting, geen creditcardgegevens nalaten, niks. Gewoon vrij blijven testen en dan kun je meteen ook al zien, ja, is dat iets voor mij of niet. Ook handig om te weten is dat je geen commissie betaalt op je verkopen. Dus je betaalt wel de standaard PSP-transactietarieven, maar je betaalt geen extra percentage nog eens op de verkopen die je realiseert. En zoals ik daar straks zei, zie je het niet zitten om dat zelf te bouwen. Dan kun je altijd aan CCV vragen, ja, bouw hem voor mij. Wij gaan dan in gesprek met de klant, we hebben dan een intakegesprek en dan kijken we
van wat verwacht je en kunnen we dat afdekken met CCV Shop? Want het is een SaaS-oplossing, dus dat betekent ook dat er inderdaad, zoals Jente ook met Shopify vertelde, een beetje gelijkaardig, dat er ook beperkingen zijn ten opzichte van open source platformen, zoals bijvoorbeeld een WooCommerce of een Magento. Maar toch zijn de mogelijkheden vrij uitgebreid, dus dat kan ook steeds besproken worden. Ik heb voor deze avond heb ik even twee voorbeelden voor jullie uitgelicht. Waarom? Omdat je dan ook een beetje een idee hebt van wat is er mogelijk met CCV Shop. En waarom deze twee voorbeelden, namelijk gentonicstore.be en evanmouton.be. Wel, omdat dat nu net twee voorbeelden zijn van iemand die zelf de shop volledig heeft gebouwd en iemand die hem heeft laten bouwen door CCV. Maar misschien eerst even starten met Gentonic Store. Dus die klant heeft eigenlijk zijn shop volledig zelf gebouwd. Dus wij werken ook met een aantal standaard thema's en templates die een klant kan gebruiken. Die hij naar wens eventueel wat kan aanpassen, naar kleuren, logo en dergelijke meer. Dus dit is wat Gentonic Store heeft gedaan. En we gaan er even naartoe. Dus je ziet, dat is eigenlijk alles wat een webshop nodig heeft. En alles zit er ook mooi overzichtelijk op. De klant kan ook heel eenvoudig zelf zijn producten aanpassen, zaken toevoegen, categorieën aanmaken enzovoort. Zaken op een verlanglijstje zetten. Dat kan allemaal. Vragen stellen via mail of andere kanalen. Dus dat is allemaal mogelijk. Je kan ook werken met, hier zie je nu bijvoorbeeld relevante producten, maar mocht je dat willen, kun je ook met productbundels gaan werken. Dus dat kan allemaal. En die shop is volledig zelf gebouwd door de klant en die hoeft eigenlijk zeker niet onder te doen voor shops die door ons gebouwd zijn. Dit brengt ons eigenlijk aan het volgende voorbeeld. Dat is de shop van Eva Mouton. En het verhaal daar is eigenlijk dat men op een bepaald moment zat met het gegeven dat men van Magento 1 naar 2 moest gaan upgraden. En de enige oplossing was een volledige nieuwe shop. En dat zag men eigenlijk niet zo echt zitten. Vandaar dat de mensen achter de shop dan eigenlijk een beetje gaan kijken zijn welke oplossingen zijn er vandaag op de markt. En zo zijn ze eigenlijk bij ons terechtgekomen. En dat is eigenlijk het resultaat. Dat is een thema die niet bestaat. En je gaat dat niet terugvinden in de standaard thema's. Dat is op maat gebouwd naar de wens van de klant. En ook daar zie je, heel veel is ook mogelijk natuurlijk. Ik zeg, alles hangt een beetje af van wat wil de klant. En sommige klanten zeggen, we willen ook nog meer informatieve pagina's daarop. Ja, dat kan ook. Dus heel veel is mogelijk, ondanks het feit dat het hier over een SaaS-oplossing gaat. David, mag ik even tussenkomen? Ja. Er is een vraag via de Q&A. Is er een transmissie, staat er mogelijk met een Facebook-shop en Instagram-shop? Ja, dus we hadden in het verleden hadden we inderdaad een koppeling met Facebook-shop. Die is nu niet meer ondersteund, maar wordt er eigenlijk al een nieuwe gewerkt. Dus in principe, ik ga mij nog niet vastpinnen op de data waarmee, maar in 2021 komt er in principe een bijkomende app waarmee dat je dan inderdaad naar die Facebook-shop zou moeten kunnen doorkoppelen eigenlijk. Dus dat zijn ook zaken. Ik herinner mij dat een aantal maanden terug, hè, toen dat Amazon heel, heel sterk opkwam met Amazon.nl die gelanceerd werd, dan hebben we ook een aantal, een tweetal maanden later ook die app gelanceerd om door te koppelen naar Amazon, specifiek voor Amazon Nederland. Dus het hangt ook een beetje af wat de vragen in de markt zijn, bijvoorbeeld. Hè. Dus als er inderdaad van verschillende klanten veel vraag naar is, dan wordt er wel gekeken van, kunnen we daar iets voor doen? Maar uiteraard, als dat, ik zeg maar iets, één klant op 1000 is die eens heel specifieke wens heeft, ja, dan ligt dat iets moeilijker natuurlijk. Oké. Okay. Goed. Je had mij ook gevraagd, Sis, geef een aantal tips, hè, voor starters. Wat ik daar graag meegeef is vooral het eerste is, denk na over de structuur van je shop en bekijk dat vrij breed en bekijk dat naar hoe wil ik dat er gaat uitzien, maar vooral ook, ja,
hoe wil ik dat mijn categoriestructuur er gaat uitzien? Hoe zit dat met categorieën, met subcategorieën? Hoe zit dat met producten? Hoe zit dat met foto's? Ik merk dat dat vooral de zaken zijn als we in gesprek gaan met potentiële klanten, dat dat heel vaak de zaken zijn waar er nog niet echt over is nagedacht. En je vraagt dan, ja, en hoeveel denk je? En hoeveel producten ga je op je shop? Of hoeveel categorieën? Och ja, dat zou je nog even moeten nadenken. Ja, de foto's. Och ja, ja, juist, ja, en de teksten. Dus daar komt redelijk wat huiswerk bij kijken als je wil lanceren in e-commerce. Dus denk daar zeker over na, want dat is toch wat voorbereidingswerk. En ik zeg altijd, een goede voorbereiding is het helft van het werk, want het is misschien een cliché, maar heel vaak als je een shop gaat bouwen voor een klant en die deadline schuift op, dan komt dat nogal vaak eens omdat de klant wat achterblijft met het aanleveren van zijn materiaal, zeg maar. En dus dat is niet onbelangrijk. Basic firsts, hè. Waarom? Wel, je wil je lanceren in iets nieuws, je wil een shop. En de vraag is dan, wil je dan starten met een bescheiden boutique of wil je een Zara of een H&M van 2 of 3 verdiepen? Dus wat is de bedoeling is, denk ik, dat je toch ergens alvast die start kunt nemen en dat je dan gradueel gaat gaan opschalen, maar dat je toch met die basics kan starten, waardoor dat je dat onder de knie krijgt, zeg maar. Hè. En als laatste, kennis. Kennis voor jezelf, investeer in opleidingen en kennis vergaren, maar ook voor je medewerkers. En als je al die kennis niet in huis hebt, wel, hè, vraag dan wel eens het advies van een professional. Sis weet daar alles over, bijvoorbeeld. Maar dat is wel handig, want je kunt niet, e-commerce is zo'n breed spectrum dat je niet al die kennis zelf in huis kan hebben, tenzij dat je Zalando heet bijvoorbeeld, of Booking.com, om maar iets te zeggen. Maar anders wordt het toch een redelijke grote puzzel en is het altijd handig om advies in te winnen bij mensen die er meer van afweten. Voilà. Right. Mooi, David. Bedankt om uw expertise ook te delen en inzicht te geven in CCV Shop. Graag gedaan. Ik breek het hier sowieso een beetje af, omdat... Nee, ik breek niet CCV-shop af, maar een presentatie voor alle duidelijkheid, want de tijd en de klok ik te ongenadig. Absoluut. Dank je wel, David. We kunnen eigenlijk overgaan naar onze vrienden van Fairplace, of onze vriend van Fairplace. Christophe zit al te popelen, denk ik, om zijn verhaal rond Lightspeed te brengen. Christophe? Ja. Klopt, dat klopt, Cis. Graag. En ik heb het ook kort en bondig gehouden. Ik heb maar een achttal slides. Ik ga ook een praktijkverhaal brengen. Wij gebruiken Lightspeed. Ik heb er voor de rest geen affiniteit mee. Ik vroeg me juist af, ga ik de slides delen of ga jij ze gewoon... Ik wil dat voor jou doen. Ah, super. Maar we gaan beginnen bij het begin, denk ik. Ja. Eerste webshop. Ja, even vertellen. Mijn beste vriend Yves en ikzelf, we kennen elkaar al heel lang. We komen uit de speel- en speelgoedsector, maar wij zijn geen IT'ers. Wij zijn ook geen echte ondernemers. Dus we hebben dat een beetje naïefweg allemaal opgestart. En vandaar dat mijn verhaal hier misschien wel leuk is. Want er zijn hier zeker nog mensen die klein beginnen. Bij ons was dat in bijberoep op maandagavond in het weekend. Dan 4/5 werken. Nu werken we er ongeveer alle 2 halftijds voor. Wij draaiden ook niet zo'n grote omzetten. Dat ging over minder dan 100.000 euro tot 100, 120.000 euro de voorbije jaren. Maar ik ga niet wegsteken dat wij in corona een heel grote boost gehad hebben. Dat we nu x2, x3 gaan en dat we nu echt aan het groeien zijn. En ik denk dat dat komt omdat ons dat platform gedurende de voorbije jaren wel stabiel was en zich bewezen heeft. Heel even terug bij de start. 2013 was onze eerste webshop maatwerk. Het verhaal van Jelle van Inventis van in het begin. We hebben die laten bouwen. Er waren nog geen software-as-a-service systemen of amper. En dat heeft ons toch wel een middelgrote gezinswagen gekost. Dat is heel duur, heel traag. We hebben daarmee onze naam wel gemaakt. We hadden een van de eerste responsive sites. We werken met die grote mooie foto's, zoals je hier ziet, nog altijd trouwens, met eigen fotografen. Maar we hebben daar niets aan verdiend. We hebben daar heel veel tijd, energie en kosten aan gemaakt. Maar de rendabel was de site niet. Na een jaar of 3 was die site ook op. En dan moesten we naar een ander systeem. We zijn toen in 2017 overgestapt naar Lightspeed, nadat we een aantal systemen
hebben bekeken, zoals PrestaShop, WooCommerce, Shopify. Die zitten een beetje allemaal in dezelfde lijn en grote orde van Lightspeed. Lightspeed is trouwens wat we vroeger kennen als SEOshop. SEO, SEOshop. Misschien vroeger nog bekend. Het, is, het wordt vanuit Nederland bij ons gerund, maar ik denk dat het van oorsprong een Canadees bedrijf is. Maar dat merken wij niet. Wij communiceren met Nederland en die support is echt heel, heel goed. We hebben een supersnelle site op dit moment. We hebben heel veel tips gekregen bij Lightspeed om die op te starten ook. En dat is ook goedkoop. Ik ga daar straks cijfers op plakken, dat mag je gerust weten. Het is zelfs goedkoper dan wat Lightspeed officieel afficheert, als ik dat nu al mag verklappen. Op de volgende slide zie je de onderkant van onze webshop. Ik wil die gewoon even tonen, omdat je daar een heel aantal dingen ziet die standaard zijn in de webshop en die ook allemaal ingebouwd zijn in Lightspeed, die we eigenlijk zelf niet hebben moeten coderen. Je ziet daar fax, we hebben verdeelpunten die er met naam, toenaam, foto in zitten. About us, over Fairplace, onze algemene voorwaarden, een blog, betaalmethoden. Dan moet je eigenlijk alleen maar je tekst aan toevoegen. Dat zit er allemaal standaard in. Voor ons als niet-IT'ers was dit geweldig. Geweldig. Wij beheren de site ook volledig zelf. Je moet weten, ik heb al een communicatieachtergrond, maar Yves is een onderwijzer, dus was helemaal niet vertrouwd met software-systemen. Wij zijn ook geen jonge digitale nerds. Wij hebben al wat leeftijd om er allemaal mee te leren werken. Maar voor ons is dit zeer gebruiksvriendelijk, zeer overzichtelijk. Je ziet aan de linkerkant een aantal tabs. In de home zit een overzicht van je orders, van je klanten. Hier zie je onze producten. We laden die zelf op. We laden de foto's op, de merken, de leveranciers, de kostprijs. De regels om korting te geven, de reviews, dat zit er eigenlijk allemaal standaard in. Het is vergelijkbaar met systemen die je al voor mij zag, maar ik vind het nog net ietsje beter, visueler, mooier. Ik kan zelf met WooCommerce en met WordPress werken, maar dit is echt wel een verademing om mee te werken. Het is zo duidelijk, alles werkt altijd, het wijst zichzelf uit. Wij kennen echt letterlijk elk knopje van onze backend. En ja, dat kan ik van WordPress bijvoorbeeld niet zeggen. Het is goedkoop, zei ik al. Je ziet daar onderaan wat het ons gekost heeft. 3 jaar geleden hebben wij bij de opstart een webbouwer, ons marketingbureau eigenlijk, de site laten bouwen. Dat heeft ons €2000 gekost. Ik heb een goede vriendin die een webshop heeft van een conceptstore die hetzelfde heeft als wij, ongeveer van omzet en grootte en producten, die het zelf gedaan heeft. En zij is ook geen IT'er, dus je kunt het ook zelf, maar wij wilden eigenlijk vooral de tijd besparen en snel online zijn. En snel, daarmee bedoel ik echt binnen de 3 weken in ons geval. Wij betalen een jaarlijkse fee aan Lightspeed. Die is onderhandelbaar, heb ik al geleerd. In corona hebben we die naar beneden gekregen. En je moet weten, Lightspeed is heel bekend in de retail. Er zijn veel kassasystemen die erop draaien en echt groot in de horeca. Dus zij kregen kloppen in de horeca. Ik hoop dat hier nu niemand mee aan het luisteren is van Lightspeed. Waardoor dat de tarieven toch wel een beetje zakten, omdat ze toch wel wat minder inkomsten hadden. Dus het is de moeite om dat te doen. En op dit moment betalen wij wel geteld €31 extra per maand om dan een thema geïntegreerd hebben. Je ziet onderaan dat ons eerste thema exclusief was. Als je een beetje hoger kijkt, dan zie je daar Austin staan. Dus we hebben na 2 jaar het thema gewisseld. Dat heeft ons geen enkele inspanning gekost. Gewoon een ander thema, een andere prijs. Het was zelfs goedkoper. En dan krijgt je webshop een volledige makeover. Zonder dat het je eigenlijk iets extra kost, want alle functionaliteiten werden gewoon meegenomen. We hebben die switch gemaakt om eens te vernieuwen, maar ook omdat we actiever geworden zijn toen op Instagram. En die hadden een heel mooie Instagram-feed, waarvoor we nog, dat zie je nog iets hoger, een €5 per maand bij betalen. 1 keer, maar het ziet daar 2 keer staan. Net als de anderen die vandaag al gepresenteerd hebben, of andere platformen die je al gezien hebt, zijn er ook heel veel plugins. Je ziet daar bij ons onderaan Yuki staan. We hebben een rechtstreekse link met onze boekhouding. Dat is geweldig. Ik kan dat iedereen aanraden voor
Een webshop, elk order komt onmiddellijk in onze boekhouding in real time. Er moet niemand inboeken, afpunten, afvinken, toewijzen. Dat is één keer voor ja, toch duizenden orders op dit moment. Mailchimp zie je daar ook. En Kio bovenaan kan je ook om reviews te publiceren. En eentje wat je misschien niet kent en toch een aanrader is, is de Kungo. Dat is een beetje de light versie van Chanable, waarmee wij automatisch onze volledige feed doorstromen, of een deel van onze feed, niet alles, naar bol.com, naar Google en naar Facebook shopping. Ik heb hier vandaag al iemand gehoord waar dat standaard in het platform is ingebouwd. Bij ons is dat niet. Dat vraagt nog wat extra werk en kost hier ook €25 per maand. Ik ga straks de voordelen opzommen, want wij zijn heel tevreden van dit systeem. Nog even terug, Cis. Dus, er is ook een nadeel. Wat wij doen, dat werkt perfect voor een noem het een middenmotor. Enkele duizenden artikels, perfect. Maximum 100 bestellingen per dag, Lightspeed, perfect. We zijn met 2 gebruikers. Er kan een jobstudent, een stagiair meewerken, perfect. 3 talen, perfect. Dus daarvoor is deze omgeving echt wel ideaal. En we hebben eigenlijk voor de rest geen nadelen. Maar heb je veel meer artikelen of wil je maar 5 mensen dat gebruiken, dan zit je wel beperkt. Ook niet alleen in het platform zelf, of je zult nog wel kunnen uitbreiden, denk ik. Maar dan krijg je ook moeilijkheden om bijvoorbeeld kortingscodes te combineren, om gewoon nog alles overzichtelijk te krijgen. Goed, ik weet dat er dan ook een professional version is van Lightspeed, maar die ken ik zelf niet. Maar voor wat wij doen, is dit het perfecte platform. En dan nog gewoon even op een rij waarvoor het voor ons zo goed is en hoe wij eigenlijk werken. Wij zijn, ja, wij zijn een beetje op zijn West-Vlaams gezegd wel ondernemers, waar wij zaaien naar de zak. Wij bouwen graag stap voor stap op. We willen niet te snel gaan, niet te veel grote zotte kosten groeien zoals het gaat. Dus daarvoor is dit zeker geschikt. Een tip die ik heb en waar wij zelf van schrokken, los van de marge op aankoop en verkoop, is komen er bij e-commerce en online verkopen toch wel een hele reeks extra kleine kosten bijkijken die wij in het begin niet door hadden, maar waar onze boekhouder ons op gewezen heeft. Een betaalsysteem, een PayPal, een verzekering, een Mailchimp maandelijkse fee. Allemaal kleine dingen, plugins, die toch wel oplopen en toch wel aan je marge vreten. Daar moet je echt wel rekening mee houden. Je hebt natuurlijk, ik kreeg dikwijls het verwijt, ja, jullie hebben geen winkel en al die kosten niet, maar als wij alles optellen, dan is het wel vergelijkbaar met wat je in een winkel ook allemaal voor hebt, van verwarming en beveiliging enzovoort. Dus denk zeker niet, ik begin een webshop, ik heb geen loonkosten en geen kost van mijn pand. Ideaal? Nee, er komen toch wel ook heel veel kleine kosten bij. En het heeft ons ook 5 jaar geduurd, 6 jaar zelfs, voor we het rendabel kregen. En even verwijzen naar Blabloem, naar Jente, die de reeks vanavond begon. Het vergt echt wel geduld, keihard werken. En dat is misschien mijn laatste tip. Het is echt wel een stil apart e-commerce. Yves en ikzelf, ik ben de rechtse daar met een van mijn zoons. En Yves met 2 van zijn zoons. En we hebben dan nog andere kinderen, ook niet met elkaar. Maar daar hebben wij toch wel al heel veel tijd aan gespendeerd. Wij kennen niks van horeca. Wij kunnen ook geen winkel runnen. Maar we kennen wel iets van e-commerce. En we zien dat het toch wel anders is. Om maar iets te zeggen, wij zijn 7 dagen op 7 bezig. Onze webshop begint te bollen na 8 uur 's avonds. Dan ben ik nog minstens 3 uur bezig met bestellingen toewijzen en probleempjes oplossen en codes aanmaken. Het is nu natuurlijk Sinterklaas en kerstperiode. Dit is onze topperiode. Maar ik zit al weken lang, en nog voor een 2-tal weken, minstens 10 uur per dag voor 2 of 3 schermen. Dat is e-commerce. Er staat in mijn huis geen enkel stuk speelgoed. Ons magazijn is volledig uitbesteed en mijn kinderen zijn al te groot. Dus al de clichés die mijn vrienden hebben van een webshop, dat rolt vanzelf en dat is gewoon wat pakjes maken met speelgoed. Dat is net het is eigenlijk net omgekeerd. Er komt bij mij geen pakjes maken aan te pas. Het is iets wat je online doet en het is toch wel anders. Het vraagt een ander
type van marketing enzovoort. Voilà, dit is mijn verhaal over de webshop. Neem zeker eens een kijkje als het past of als je kerstcadeautjes zoekt. Ik heb inhoudelijk niet veel verteld, maar je zult wel ontdekken wat we hebben en wat we doen. Heb je vragen over Lightspeed of hoe wij het aangepakt hebben of over ons marketingbureau, dat er ook wel nog tussen zit, mag je mij altijd een mailtje sturen. Ik help met plezier ook andere online ondernemers. Dankjewel, Christophe. Ik heb een fan gehoord, maar ik ken jouw verhaal natuurlijk wel van de eerste dagen ook. Dus alle respect voor het parcours dat je afgelegd hebt en bedankt om dit ook met ons te delen. De vragen mogen rust via de Q&A gesteld worden. Ik ga die wel doorsturen naar jou als dat in jouw plaatje past. Dus dat komt al wel terecht. Merci. Dag. Volgende in de rij is een specialeke, zou ik zeggen. Shopee Tag. Misschien hebben de meeste mensen die nu volgen daar nog niet zo heel veel van gehoord. Misschien, maar dan is het nu tijd om dat te veranderen. Geert, Roete, ga jij daarvoor zorgen? Dat komt in orde. Even mijn scherm delen. Als alles goed gaat, zien jullie nu mijn scherm? Ja. Ja. Dus dank je, Sisse, voor ook Shopee Tag even onder de schijnwerpers te brengen. Mijn naam is Geert Roete. Ik ben zaakvoerder van het bedrijf Infinity Mobile. En een van onze twee producten is Shopee Tag. En waar wij voor staan is dat we een platform brengen aan startende ondernemers waarbij zij een webshop in minder dan 30 minuten live kunnen brengen. Voor zij die ShopTag niet kennen, het is dus een webshop-platform, zoals de velen die we hier al gezien hebben vandaag, volledig cloud-based, dus je hoeft zelf niets te installeren of op eigen servers te runnen. Vandaag zitten we bijna aan een 3000 geregistreerde zaken op het ShopTag-platform, uit 23 verschillende landen, maar om eerlijk te zijn, 95% van onze klantenbasis vandaag is vanuit België. Zoals ik gezegd heb, ons focus is vooral op startende ondernemers. Ook zijn er duizendtal KMO's ook, dus die al een stukje verder gegroeid zijn. En aangezien wij een heel Belgisch product uiteraard zijn, staan wij ook heel sterk voor hashtag kooplokaal. Ik hoor vaak veel ondernemers praten over het lokaal besteden van het van het geld, ook op het gebied van software mag dat soms een keer in de aandacht komen. Wij verdelen ons producten voornamelijk via grotere corporate partners, zoals een Bpost, een ING-bank en recentelijk hebben we ook een deal gesloten met L'Oréal, naar de kapsalons. Een deal die niet alleen in België, maar ook pan-Europees, Frankrijk, Spanje en de Nordics loopt. Eigenlijk betreffende e-commerce, naar startende ondernemers gaat het natuurlijk over die ondernemers. Wij hebben daar heel veel dagelijks contact mee. Wij weten dat zij weten dat ze online moeten zijn en ook dat ze moeten verkopen. Maar vele platforms die er bestaan, dat zien wij, die zijn eigenlijk ontwikkeld door techneuten. En voor vele kleinere ondernemers worden die niet begrepen. Ook die platformen komen vaak met te weinig uitleg of begeleiding, waardoor er de noodzaak is om externe bureaus te betrekken. En er is helemaal niets mis mee met externe bureaus, ver van. Maar voor een bepaalde doelgroep in de markt is er gewoon geen budget om met externe bureaus te gaan werken. En dat is nu net ons segment, namelijk die startende e-commerce ondernemers en die misschien ook gaan doorgroeien. Die eigenlijk vooral willen gaan proberen en kijken of e-commerce iets voor hen is. We zetten heel sterk in op een platform met een eenvoudige interface die gemakkelijk begrijpbaar is. Dus we trachten alle jargon, e-commerce jargon, zoveel mogelijk verstaanbaar te maken. Het hele platform is ook volledig gebouwd op basis van feedback die we kregen van ondernemers. Dus straks hebben we ook nog een getuigenis van een van onze klanten. Heeft ook enorm veel feedback gegeven, net zoals honderden anderen in het begin van het platform. Het platform bestaat nu iets meer anderhalf jaar.
En uiteraard, aanzien dat wij naar starters mikken, is het ook een budget die zich daarop aanpast. Heel belangrijk, wat kan je doen met ShopiTech? In minder dan 30 minuten heb je je webshop live. Er is een gemakkelijke integratie aanwezig met meerdere verkoopkanalen. Facebook, Instagram, dus een koppeling met de Google Business Account. Je kan ook naar Google Shopping bijvoorbeeld gaan koppelen. Er zijn allerlei online betaalproviders onmiddellijk beschikbaar. Ik heb er hier al vanavond al een aantal gehoord die erin zitten. Er is dus een centrale plaats uiteindelijk waar je al je producten en bestellingen gaat beheren. En specifiek ook voor het postale gedeelte is er een directe koppeling met de Bepo Shipping Manager. Zowel de lichte versie als de pro-versie voor zij die al iets geavanceerder de checkout willen aanbieden. Als uitsmijter hebben we ook een ShopiTech app die het mogelijk maakt om producten die je wenst te verkopen en onmiddellijk aankoopbaar op je Facebook feed te posten. Dat kan je doen met de ShopiTech app. Dus in plaats van een heel proces rond foto's opladen in een backend en dan een product aanmaken, een landingpagina aanmaken en dan een link plaatsen in je Facebook feed, kan je via de ShopiTech app uiteindelijk onmiddellijk de foto's trekken, het product aanklikken of configureren en onmiddellijk naar je Facebook feed gaan posten. Uiteraard kan je met de ShopiTech app ook al je orders opvolgen en je producten volgen. Als Belgisch bedrijf, en we weten dat we ook in een heel Europese context leven, zetten we heel sterk in op die live chat support. Zowel overdag, maar ook zelfs avonds of in het weekend trachten we toch snel in te spelen op de noden van de klanten. Dit in drie talen. How-to's en video's, die hebben we ook in drie talen, Nederlands, Frans en Engels. Dus niet allemaal Engelse guides of Engelstalige video's. Proberen zo begrijpbaar mogelijk alle uitleg te geven. En dan, ik had het beloofd nog even over de pricing. Dus er is een premium model, dus een gratis plan waar klanten mee kunnen starten. En dat is echt om een keer te proeven van, is e-commerce iets voor mij? Kan ik inslaan om ook maar één verkoop te doen? Voor de meesten gaan eigenlijk uiteindelijk over naar een starterplan. Dat is eigenlijk vanaf het moment dat ze een eigen domein aan die shop willen hangen. En er is dan ook nog een pro-plan van 45 euro per maand. Dat was het voor mijn 5 minuten die ik gekregen had van Cis. Waarvoor dank. En ik denk dat het dan tijd is om over te gaan tot een getuigenis van Sven. Inderdaad, we gaan Sven er even bij halen. Sven Algoed van Sweet Switch. Ik wist dat dat een moeilijke merknaam zou zijn, maar ik ben er toch doorgeraakt. Sven, je bent een van de klanten van ShopiTech van het eerste uur, dacht ik. Deel jij even heel kort jouw case en de reden waarom jij met ShopiTech aan de slag bent gegaan? Eerst even unmuten. Ja. Ja. Goedenavond iedereen. Klopt, ik denk inderdaad dat ik een van de eerste klanten, misschien zelfs niet van het eerste uur, maar misschien zelfs van de eerste minuut was. Wat doen we binnen Sweet Switch? Eigenlijk de Switch en Sweetener, een assortiment van allemaal suikervrije producten. Dat gaat over chocolade, snoepjes, koekjes. Dus dat is een stuk eigenlijk wat wij doen. Waarbij we enerzijds verkopen naar de grootdistributie, anderzijds ook, dus dat is de Leijzers, Carrefours, Colruyt van deze wereld, anderzijds ook op onze eigen website, waarbij dat we onmiddellijk met Geert in zee gegaan zijn. Eén, omdat hij, zoals dat hij zelf aangaf, shop lokaal, ook onze lokale taal spreekt. En dat wil zeggen, niet enkel omdat hij Nederlands spreekt, maar eigenlijk ook de taal begrijpt om het jargon helemaal weg te laten en voor mensen zoals ik, die geen IT'er zijn, het eigenlijk heel duidelijk te kunnen uitleggen. Als je van op onze website eigenlijk doorklikt naar de shop, kom je eigenlijk onmiddellijk daar op uit. Dus dat ziet er allemaal, laten we zeggen, zoals een standaard webshop uit, waar dat eigenlijk alle producten in opgelijst staan.
Misschien dan belangrijk is dat je binnen het Shopitech-verhaal, zoals dat Geert zelf aangaf, eigenlijk in minder dan, laten we zeggen, een half uur, minder dan een uur, eigenlijk kunt gaan opstarten. En dat is denk ik een van de belangrijkste tips die ik vanavond wil geven aan de mensen die nog niet gestart zijn. Elke dag dat je uitstelt om met je webshop te beginnen, is een dag verloren tijd. En als je dan toch met een platform moet starten, zou ik zeggen van, dan kun je het evengoed enerzijds lokaal doen, in een taal uitgelegd die heel eenvoudig is. En het bouwt eigenlijk een beetje zoals Lego-blokken. Hier zien we zelf eigenlijk een overzicht op ons dashboard van hoeveel verschillende bezoekers hebben we gehad, wat hebben we verkocht, wat is de gemiddelde verkoop, aantal bestellingen. Daar kun je heel eenvoudig zelf producten gaan aan toevoegen door op één klik eigenlijk alles wijst heel eenvoudig zichzelf uit. Je voegt een naam toe, maakt een omschrijving, geeft u uw prijs in, kiest zelf uw btw-percentage, 6 of 21. Je uploadt een afbeelding en eigenlijk vanaf het moment dat je daarmee klaar bent en op bewaren klikt, staat eigenlijk het product online op uw shop. Zoals dat ik aangaf in het dashboard, kun je eigenlijk zelf heel eenvoudig gaan kiezen of gaan kijken van wat is er gebeurd, welke orders zijn er binnengekomen. Voilà, hier deze avond of in de loop van de namiddag komen er een aantal nieuwe toe. Als je daar op gaat gaan doorklikken, kun je eigenlijk onmiddellijk zien wat hebben we gedaan. Kun je gaan aanpassen, we gaan het klaarmaken voor verzending, afgehaald. En zoals Geert ook zelf aangaf, heb je onmiddellijk de link met Bpost. Kun je onmiddellijk een picklijst gaan afdrukken, waarbij dat adresgegevens van de klant erop staan, alle telefoonnummer, etc. Stel dat er speciale kortingen of iets dergelijks van toepassing zijn, dan staan die hier ook op. Kun je eigenlijk je pickingzone zelfs gaan aanvullen. Mag ik even een beetje? Dat zijn standaard functionaliteiten? Dat zijn allemaal standaard functionaliteiten. Alles wat we hier eigenlijk zien, zijn standaard functionaliteiten die voor iedereen, beschikbaar zijn. En omdat er daarnet gesproken is ook over kortingen, ook daar is het eigenlijk een heel eenvoudig systeem, zoals dat je ziet. Ga je naar instelling, welk type van coupon wil je gaan geven, klik je eigenlijk op een kortingsbon toevoegen en dan kun je zien, je kunt bijvoorbeeld een aanmaken met een bepaald bedrag dat je wil geven, je kunt een aanmaken met een bepaald percentage. Voor de mensen die vanavond geluisterd hebben, heb ik een aangemaakt. Dat is de code WELCOME. Als je dus op de Sweet Switch webshop klikt en je tikt WELCOME in, krijg je eigenlijk een kortingspercentage van 10%. Dus daar, en vanaf dat je dit eigenlijk ingeeft en je klikt op zenden, dan is die geactiveerd en gaat die ook onmiddellijk werken. Fantastisch. Dus dat zijn allemaal heel eenvoudige, heel simpele zaken. Ik zag daarnet ook, of ik hoorde daarnet ook een van de vragen van hoe loopt dat dan met betalingen? Ook daar is Shopitech ja, eigenlijk de eenvoud zelf. En hebben zij de koppeling voor ons dan bijvoorbeeld met Molly gemaakt, waarbij dat we gewoon elke dag de uitbetaling op onze bankrekening krijgen, order per order. Totaal van de dag, niet order per order, totaal van de dag die gedaan is, wordt eigenlijk door hen uitbetaald. En dat wordt eigenlijk allemaal in het Shopitech-verhaal eigenlijk onmiddellijk ingevoerd. Een ander belangrijke handigheid die ik vind aan Geert en aan het Shopitech-verhaal zelf, is dat hij zelf mij ook contacteert en zegt van, Sven, heb je daaraan gedacht? Heb je dat gezien? Dat wil zeggen, dat is iemand die niet enkel een product verkoopt, maar die eigenlijk gaat kijken van, welke tips kunnen we meegeven?
Hoe kunnen we meedenken om het verhaal te laten groeien? Ik herinner mij een gesprek een vijftal maanden geleden dat we gehad hebben. En hij zei van Sven, volgens mij kun je met uw verhaal, met het Sweet Switch verhaal, aangezien dat je al de producten hebt, alles is kant en klaar. Volgens mij kun je gemakkelijk maal 10 gaan in een eerste fase. Goed, daar zijn we ondertussen. En ik had hem gisteren aan telefoon en hij zei van, voilà, dus dat hebben we nu gedaan. En zegt hij, het enige wat nu moet gebeuren is eigenlijk de mindset in uw hoofd aanpassen om naar het volgende platform te gaan en of naar het volgende plateau in verkoop te gaan. En dat is opnieuw maal 10. En zegt hij, misschien zelfs maal 50. Waarom niet? Want uiteindelijk, als uw producten goed verkopen in Frankrijk, in België, dan gaat dat even goed. Dan gaat dat even goed zo zijn in Duitsland, in Engeland enzovoort. En dan kunnen we daar een handigheidje misschien nog tonen naar leverinstellingen. Daar geef je eigenlijk gewoon al de landen in waar je zelf wil naartoe werken. Ik klik hier bijvoorbeeld even op. En dan kun je eigenlijk, zoals hij hier ziet, gaan ingeven land per land. Bijvoorbeeld alle bestellingen onder de 50 euro geven wij in dat het 4,95 euro kost. Daarboven vanaf 50 euro leveren wij gratis. En dan kun je eigenlijk land per land gaan ingeven. Dus alles is heel intuïtief, super eenvoudig. Geert komt zelf ook, of het ShopiTech-platform, komt zelf ook met extra tips, updates, zaken die ze toevoegen op basis van input die wij geven, die andere ondernemers geven. En dus ja, vind ik het een uitermate praktisch en handig systeem om mee te werken. Pricing heb je gezien. Dus ja, zeker een verhaal om onmiddellijk mee te starten. 3 tips om vanuit onze beleving, zoals ik aangaf, elke dag uitstel is verloren omzet. Zoek niet verder, probeer het niet zelf volledig van A tot Z te bouwen. ShopiTech is er al. Ik hoorde ook iemand daarnet vertellen van wij hebben dat aan een groot bureau uitgegeven die daar weken, maanden mee bezig geweest is. Bij ShopiTech zit je eigenlijk in een half uur up and running. Dus besteed uit wat je kan, waardoor dat je zelf je tijd kan investeren in hetgeen waar dat je zelf het beste in bent. Want ja, de pluspunten van ShopiTech, super intuïtief in gebruik. Heel snelle follow-up bij vragen. Geen codering, kennis vereist. Dus ja, voor mij enkel een positief verhaal. Mooi, mooi. Dankjewel Sven voor jouw verhaal, jouw inkijk. Veel lofbetuigingen ook voor Geert. De pluimen op de hoed. Ik weet ook dat Geert af en toe mail stuurt naar de klanten van ShopiTech om hen aan te sporen en eigenlijk de coach is om beter business te doen online. Dus eigenlijk alleen maar toe te juichen. En uiteindelijk wel vrij zeldzaam als het om een systeem gaat, wat we hier toch behandelen, dat er toch mensen achter het systeem zitten. Dus alle lof ook op de hoed, of de pluimen op de hoed van Geert. We hebben ook nog Evi bij ons, Evi de Houweren van de Wereld van Alice, die ook met ShopiTech werkt. Die hebben een fantastische, leuke shop daar ergens. Waar zitten jullie? Aarschot? Nee, ben ik... Merchten. Ja. Vertel eens, heel kort als het kan. Sorry dat ik de tijd heb. Nee. Ik heb eigenlijk niet veel niet meer toe te voegen. Het is effectief zeer kort, dat zal zijn. Wij zijn eigenlijk oorspronkelijk een horecazaak. Die al een kleine shop hadden met decoratie, ceramics en thee en koffie en zo. Nu natuurlijk, tijdens de lockdown is het voor ons de shop belangrijker geworden, omdat ja, de horeca zelf een beetje was volledig was stilgevallen buiten takeaway. Wij moesten dan ook heel snel eigenlijk webshop gericht gaan denken. Wij waren al een beetje aan het denken, maar niet zo simpel. Allee, wij zijn eigenlijk nerds daarin, volledig. Wij kennen daar niks van. En om eerlijk te zeggen, interesseert ons dat eigenlijk niet zo heel, dat technisch gegeven en zo. Maar nu werden we wat gedwongen. We zijn dan eigenlijk op zoek gegaan, vooral ook te zien wat dat de
Belgische spelers waren, omdat lokaal voor ons toch redelijk belangrijk is. En dan zijn we snel bij Shopitech terechtgekomen. En wat dat blijkt voor ons is dat het eigenlijk super simpel is om het te maken. Want echt waar, ik kan echt niks van computers, alleen van programmeren en dergelijke. De dingen die we dan niet konden, zoals webhosting en dergelijke allemaal, dan kon je heel gemakkelijk met Geert of iemand anders dat er was in contact komen via chats en konden zij heel gemakkelijk ons helpen daar eigenlijk bij en eigenlijk die dingen voor ons oplossen waar dat wij zelf niet uit geraakten. En dat was elk uur van de dag altijd, dus dat is voor ons heel belangrijk, nu dat hem online staat en alles er is. De link naar, via Facebook, via Instagram, wat dat we zelf konden, wat dat gelukt was. Maar is het eigenlijk super simpel om altijd producten op toe te voegen. Dingen die uitverkocht zijn weg te laten. Het gaat eigenlijk voor ons heel vlot. Wij steken er een minimum aan tijd in, omdat ja, de webshop is voor ons eigenlijk, ja, nu is het een beetje hoofdzaak, maar eigenlijk au fond is het bijzaak bij onze horeca. Dus wij willen dat we levendig houden. Dat is niet onze main business. Maar wij willen dat wel blijven doen groeien en zo. En ik denk dat met de investment dat we hebben moeten doen, dat eigenlijk super simpel gaat. En ja, ik kan daar eigenlijk niet veel aan toevoegen buiten het feit dat het voor ons de voor ons was het de ideale oplossing. Zeker als ik zo hoor wat de anderen zeggen, dat je ook heel veel moet betalen, wat dat wij het geld niet voor hebben. Wij zijn een kleine zaak. We hebben ook geen grote budgetten, dus dat was voor ons ook belangrijk dat het met een klein budget was, dat we toch de mensen konden bereiken. Dan merk je toch dat je eigenlijk, zeker als je de link maakt naar Facebook en Instagram en zo, dat je op die manier onmiddellijk veel mensen op je webshop krijgt en dat je dan direct eigenlijk op een simpele manier vertrokken bent, vind ik zelf. Super. Klinkt alleen maar positief. Ik hoop dat de lockdown, of na, de post-lockdown, voor u weer wat blijdschap en voor de mensen wat blijdschap biedt, ook in de fysieke omstandigheden uiteraard. Ja, hopen we. Maar ik hoor ook hier een fan met geen technische skills, en dat is eigenlijk wel belangrijk om met een wit blad eigenlijk te starten en dat toch wel makkelijk te kunnen doen. Ja, wat dat voor ons ook wel heel belangrijk is, wat dat makkelijk is voor ons, is de link rechtstreeks met Bpost. Omdat, zeker als wij als wij open waren, of als we die korte periode dat we dan open zijn geweest, dat het makkelijk is dat je ook de postbode kunt laten langskomen om de pakjes af te halen en zo, dat allemaal rechtstreeks gelinkt is. Dus dat maakt het wel heel gemakkelijk als je niet altijd zelf weg kunt om alles weg te doen en zo. Dus. Alright, dankjewel, Evie. Dat was het. Getuigenis. Geert, ik heb nog twee hele korte vragen met een heel kort antwoord graag. Zijn er verschillende templates in Shopitech of werken jullie niet met templates? Er is één basis template die via een beetje CSS, dus met wat styling naar eigen inzichten kan worden aangepast. Dat doen we soms voor klanten die echt andere lettertypes bijvoorbeeld willen hebben of dergelijke. Maar er is niet de mogelijkheid om totaal andere templates te gaan invoegen. Oké. Okay. En de andere vraag was, is dat niet een project van Bpost? Nee, dus wij zijn commerciële partners met Bpost. Maar het is geen initiatief van Bpost. Ja. Dus, maar dat is een verwijzing naar dus elke zaak online is een initiatief van Bpost inderdaad. Waarbij dat jullie dan een technische platform zijn om in die campagne ondernemers die nog niet online actief zijn, om die mee te nemen in dat verhaal. Dus misschien ook wel interessant om daar eens een kijkje te nemen en daar alle info op te snuiven, zou ik zeggen. Goed, bedankt heren en dames voor deze inkijk in Shopitech.
Dan gaan we even misschien een buitenbeentje in deze oplijsting van systemen. Softouch en de Fashion Manager Webshop. Tom Maas, jij bent er ook bij. Ja, dat klopt. Dat is het, kan jij je Softouch verhaal even brengen voor, als het kan, gebald en... Ja, zeker. Heel graag. Ja. Eerst en vooral een goede avond uiteraard iedereen. Ik ben Tom Maas van Softouch, mede zaakvoerder. Softouch staat eigenlijk intussen bekend voor 20 jaar als het ERP-systeem voor de mode. Dat maakt uw intro inderdaad nogal correct, want onze oplossing maakt ons nogal uniek door onze uiterst gebruiksvriendelijke kassa en het voorraadbeheersysteem als basis. En dat kan dan real-time gekoppeld worden aan een webshop. Dus onze klanten zijn stuk voor stuk kleine tot middelgrote zelfstandige ondernemers in de fashion. Dus dat zijn vooral dameskleding, herenkleding, kinderkleding, schoenen, sport, lingerie, accessoires, een beetje van alles, maar dan vooral maten en kleuren, want dat is eigenlijk echt onze specialiteit. Dat maakt ons misschien ook wel dat buitenbeentje dan mijn collega-concurrenten die voor ons hebben gesproken. Uiteindelijk zijn dat partijen die we zeker voorbij horen en zien komen. En wij maken ons uiteraard iets specialer door het kassa- en voorraadbeheer erachter gekoppeld. Eventjes kijken of dat mijn slide mee wil. Ja. Een webshop realiseren blijkt voor de meesten eigenlijk een onhaalbare kaart. De meesten hebben het soms zelfs geprobeerd via de eerste lockdown om via Facebook of via Instagram te verkopen. Maar op een gegeven moment kunnen ze dat eigenlijk niet meer volhouden. Want heel veel klanten vragen dan om bepaalde maatjes of bepaalde kleuren en eigenlijk kan je dat niet meer bolwerken. Zeker niet als je dan ook straks nog eens een eigen winkel hebt. Dan is de vraagstelling die voorbij komt in combinatie met het beheren van een fysieke winkel eigenlijk bijna niet haalbaar. Voor de meesten is dan de volgende stap geweest. Zeker tijdens corona moet ik er wel bij zeggen, want uiteindelijk hebben we dan heel veel projecten ook mee opgestart. Want dan hebben we toch flink wat webshops opgericht. En dan is de volgende stap eigenlijk ook vanzelfsprekend om de webshop gekoppeld aan de winkelvoorraad. En eventueel zelfs ook gekoppeld aan Facebook shopping en Instagram shopping hoorde ik ook al voorbij komen. En dat kan eigenlijk perfect via onze oplossing. Hè. Eigenlijk heb ik speciaal die slide hier voorbereid, omdat lokaal versus webshop. Veel van onze klanten die hebben eigenlijk vooral al wat schrik van het beginnen met webshop. Eigenlijk heeft iedereen intussen de afgelopen weken en maanden wel al een keer iets gekocht van kleding, schoenen of geschenken online. Maar wat dat ons wel opvalt, dat is dat als we online kopen, dat we toch wel proberen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. En dat is wel fijn dat de lokale winkeliers daar dan wel het hart onder de riem krijgen gestoken, omdat cadeaubonnen en kledingstukken eigenlijk dan via de webshop worden verkocht. Dus wel online, maar toch lokaal. En dat is wel iets wat ik toch wel graag eventjes bij ons dan ook mee in de kijker wil zetten. Voor de meeste van onze klanten is een webshop eigenlijk ook het verlengde van de service. Sommigen brengen zelfs de pakketjes met advies zelfs gratis aan huis. Ik hoorde vorige week zelfs iemand die zelfs met de code, zelfs op de fiets de pakketjes nog altijd rondbrengt. Dus dat is natuurlijk nog goed voor de fysiek ook. En de omzet speelt bij sommige van onze klanten zelfs eigenlijk maar bijzak. Sommigen durven zelfs uitspreken dat het een druppel is op een eten plaat. Maar uiteraard is dat veel beter als niets. Hè. Ook de kledingzaken zijn afgelopen weken dicht moeten zijn. Een tweede keer was eigenlijk voor velen een serieuze doodsteek. En wie weet wat er nog gaat komen. Hè. Eigenlijk is veel gestelde uitspraak ook de kwestie van de trein niet gemist te hebben. En er is zelfs nog een tweede lockdown voorbij. Hè. Dus wat dat betreft weten we nog altijd niet of dat er nog een derde komt. Of hoe lang dat het eigenlijk allemaal nog gaat aanslepen. Uiteraard is een van de belangrijkste slides van ons vanavond waarom je een webshop moet hebben. Dat was ook een van jouw vragen aan mij, Cies. Waarom moet iemand een webshop hebben? Ja, om te beginnen is het natuurlijk een uitbreiding van de service. Ik heb dat er juist ook verteld, dat voor de vele van onze klanten een webshop eigenlijk een verlengstuk is van de klantenservice. Sommigen hebben schrik om de webshop, of door een webshop hun lokale kwaliteiten of roots te verliezen. Maar mijn bevestiging blijft nog altijd dat een webshop juist mogelijkheden geeft en juist toekomst biedt. Nogmaals, die trein van daarnet, als je hem hebt gemist, ja, in principe is dat niet zo erg. Maar ik denk dat de klanten die met onze webshop zijn opgestart toch wel tevreden zijn dan ze het nu op dit moment hebben. Hè. Ik hoor ook soms wel eens de
de uitspraak van onze zaken naar de next level of future-proof. Zeker een terechte uitspraak, want u weet wat de toekomst brengt. Niemand heeft eigenlijk een glazen bol. Die extra etalage is een heel belangrijke, vind ik persoonlijk, want je mag de kracht van de webshop als etalage zeker niet onderschatten. Men zegt dat het resultaat van de webshop ook eigenlijk niet echt meetbaar is. We hebben uiteraard ook mogelijkheden om ook statistiekjes bij ons te trekken, maar nogmaals, het is bij de meeste of niet altijd om omzet enkel dat het draait. Een webshop trekt vooral als etalage bestaande, maar ook nieuwe klanten aan. Dus wat dat betreft is het zeker een krachtige tool. En natuurlijk, uw bestaande klanten kunnen ook het bezoek beter voorbereiden. Ze zien wat de voorraad is, wat dat er beschikbaar is, wat er nieuw is binnengekomen. En we bieden op onze webshop ook de mogelijkheid dan om te kunnen reserveren trouwens, wat jij als winkelier of de klant zijn bezoek maakt, dat hij het beter kan voorbereiden. En daarnaast heb je niet alleen ook een offline, maar ook een online shop. Ik zei het daarnet al, de meeste van onze klanten en eigenlijk allemaal hebben ze een fysieke winkel. Dat maakt dat het verlengstukje richting webshop eigenlijk een verlengde is van de winkel, die met een middagpauze is, of zelfs een sluitingstijd uiteraard, s'avonds, en openingsuren. En de webshop is 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar. Dus het stopt niet op het moment dat je de sleutel op de voordeur dichtdraait. Het gaat eigenlijk verder. Je webshop dat creëert eigenlijk gewoon vooral nieuwe mogelijkheden. Onze pluspunten dan natuurlijk. Er zijn uiteraard nog altijd mensen die twijfelen op diverse redenen. Soms twijfelt men om de kostprijs. Dat is ook iets wat ik vanavond al een aantal keren heb horen vallen. Een webshop op maat laten maken kost inderdaad veel geld en het onderhouden kost evengoed veel geld. Wij hebben geprobeerd om onze oplossing toch uiterst betaalbaar te maken en daardoor ook haalbaar. De prijzen die voorbij zijn gekomen, dat is vooral het stukje webshop. Ja, wij spreken natuurlijk over het stukje webshop, maar vooral ook over het kassa- en voorraadbeheer. Dus bij ons is het eigenlijk een verlengde daarvan. Dus wat maakt dat het stukje webshop en trouwens het totaalplaatje eigenlijk enorm gebruiksvriendelijk is en blijft. We hebben eigenlijk een standaard oplossing ontwikkeld die heel erg personaliseerbaar is. Want ik hoorde jou daarnet aan mijn collega vragen, Cies, of dat je met schablonen werkt. Wij hebben niet echt schablonen, maar onze webshops lijken wel een beetje op elkaar, maar het is heel erg personaliseerbaar. En dat maakt het eigenlijk voor een kinderkledingzaak of een schoenwinkel die een ander soort foto's maakt, eigenlijk toch nog altijd op maat, een klein stukje op maat. Maar daardoor, omdat het een standaard oplossing is het eigenlijk ook nog altijd betaalbaar. En bij ons is het ook trouwens volledig in huis ontwikkeld, wat dat maakt dat wij ook niet afhankelijk zijn van derde partijen. Hè. De haalbaarheid. Voor velen lijkt een webshop opstarten en onderhouden niet haalbaar, omdat ze denken dat het veel te veel werk is. Maar wij hebben toch geprobeerd om met de gebruiksvriendelijk voorraadbeheer die erachter zit als basis, een webshop daaraan koppelen eigenlijk super eenvoudig is. Velen moeten enkel nog maar een foto toekennen en de informatie verrijken die achter een artikel zit, om toch een beetje webshop kwaliteit te kunnen leveren aan de koper. En dat is eigenlijk het enige dat ze moeten doen en de rest wordt eigenlijk automatisch gesynchroniseerd online, offline, dus de winkel met de webshop. En wij begeleiden onze klanten ook vanaf de bevestiging tot en met lancering van A tot Z, maar veel verder, want wij hebben ook een helpdesk waar onze klanten op onze vijfkoppige helpdesk, zelfs met een weekendnoodnummer trouwens, ook bij ons terecht kunnen. Dus daar stof ik ook heel graag nog een keer extra mee. En dan is het natuurlijk ook nog de schrik om de winkel en de webshop synchroon te houden. Ik heb daarnet ook al verteld dat wij zorgen voor een real-time synchronisatie tussen de winkelvoorraad en de online voorraad. Dus als een stuk wordt verkocht in de winkel, wordt het automatisch real-time van de webshop afgehaald. En omgekeerd ook, als er online iets wordt verkocht, dan krijgen ze aan de kassa daar een ticketje van en een mail. Dus ook al sta je niet aan de kassa, maar gewoon achter de pc, dan heb je eigenlijk altijd door dat er een verkoop is plaatsgevonden. Eigenlijk zijn er dus eigenlijk geen nadelen of excuses meer om niet met een webshop te beginnen. En wij helpen eigenlijk heel graag mee met de groei van onze klanten. Dat is ons motto eigenlijk. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt, uiteraard met de goedkeuring van onze klanten, om toch een aantal van onze mooie realisaties te delen met jullie. Uiteindelijk hebben we al meer dan 100 webshops up and running. Allemaal met een fysieke winkel en allemaal met een fysieke webshop. Sommige met meerdere winkels, andere met één winkel. Dat kan van een klein boutique zijn tot een winkel van 3000 vierkante meter, zoals velen die hierop staan. Dus wat dat betreft, mooie referenties, zeker is de moeite om daar toch eens een kijken op te nemen.
En het leek ons natuurlijk ook leuk om toch eens een van onze klanten te laten getuigen. Dus brengt mij naadloos tot Anne-Sophie om misschien het woord eventjes over te nemen van mij. Ja. Ja. Goedenavond iedereen. Ik ben dus Anne-Sophie van de winkel Colette. Wij hebben winkels gevestigd in Aalst, Assen en sinds kort ook een pop-up in Mechelen. Mijn grootmoeder Mariette is zaken gestart in de jaren 60 en sinds enkele jaren is mijn mama de zaakvoerder. Zelf ben ik mijn carrière gestart bij een reclamebureau, Duval Guillaume, een 20-tal jaar geleden. Dat was superleuk, ik heb daar enorm veel geleerd. Maar ja, als je dochter bent van een zelfstandige, begint het op een gegeven moment te kribbelen om eigenlijk je eigen zaak te hebben. Dus na 5 jaar Duval Guillaume ben ik eigenlijk overgegaan naar het fashion gegeven. En dan heb ik gewerkt als vertegenwoordigster voor het Deense bedrijf Bestseller, gekend van de merken Villa, Vero Moda, Jack & Jones en zo verder. Parallel met mijn job, dat ik daar 10 jaar heb uitgevoerd, was ik ook heel vaak actief in de winkels van ons mama. In de weekend en dergelijke. En daar had ik toch al verschillende keren de naam, de zekere Tom van Softtouch, gehoord. Allemaal positieve dingen, dus dat vond ik wel leuk om te horen. Ik was daar ook benieuwd naar. En dan een 3-tal jaar geleden ben ik effectief 100% aan de slag gegaan bij ons mama. En een van de eerste dingen dat ik gedaan heb, is mij ingeschreven voor een opleiding bij Softtouch. Omdat, ja, dat kassasysteem kende ik al wel een beetje, maar ik wou dat toch wel ten volle leren kennen en ook een back-office systeem, een fashion manager genoemd. Die opleidingen heb ik trouwens al verschillende keren gevolgd, omdat zij constant bezig zijn met vernieuwingen. Ze evolueren continu en dat vind ik toch wel heel belangrijk om daarvan vaak op de hoogte te zijn. Nu, in 2019 ja, waren wij toch wel een beetje... hadden wij nood eigenlijk aan een webshop, voelden wij. Wij wouden daar toch aan beginnen. En dan hadden wij eigenlijk eerst contact opgenomen met City Fashion, omdat zij echt wel gekend waren als partner in het modegegeven. Maar omwille van omstandigheden is dat dan afgesprongen. En uit reflex heb ik dan eigenlijk de telefoon gepakt en even gebeld naar de Tom van Softtouch om een keer te horen. Tom, ja, luistert, wat denkt jij? Bij wie moeten wij terecht voor een goede webshop? En hij zei dan, ja, eigenlijk Anne-Sophie heb ik goed nieuws, want wij zijn bezig met een standaard platform van een webshop. Ik zeg, ah, oké, super. Dat dan besproken met ons mama. En ons mama zei ook direct van, ja, kijk, ik ken al de Tom sinds 2007. We hebben daar zo'n goede relatie mee. We hebben daar het volste vertrouwen in. Dus wij willen echt wel die sprong wagen om een van de eerste te zijn met dat standaard platform. Ook weer, daar was Tom zeer serieus en eerlijk in de zin van, kijk, dat is een standaard platform met niet te veel toeters en bellen, maar je kunt ervan op aan, dat gaat werken. Je gaat alles nodig hebben wat je nodig hebt. En het grote voordeel is ook, zoals je hier kan zien op de slides, is dat eigenlijk alles met elkaar gelinkt is. Ja, dus tot op de dag van vandaag zijn we nog altijd zeer tevreden dat wij gestart zijn met in een webshop. Daar is al ook heel veel tijd in gestoken, maar effectief, zoals dat Tom zei, dat platform zit supergoed in elkaar. En ook hun back-office gegeven. Want als je begint met alles mooi in te geven via de voorraad, dus alles moet wel via bepaalde codes gedaan worden op een juiste manier, maakt dat ook dat alles direct gelinkt is met de webshop. Het linken van die foto's is ook super belangrijk, maar ja, uiteindelijk moet het maar 1 keer gebeuren, want het gebeurt in je voorraad. Dan is dat dan gelinkt met je webshop. En sinds kort kunnen wij ook doorklikken met die foto's naar de Facebook, want wij zijn ook zo mensen geweest die eigenlijk manueel elke foto bij Facebook hebben gelinkt. En ik zeg, dat is een titanenwerk. Dus wij zijn super blij dat dat nu ook mogelijk is via Softtouch. Dus voilà. Nu, die illusie van mensen die bijvoorbeeld nog geen webshop hebben, die denken van, amai, dat moet ik echt hebben omwille van de omzet. Zoals dat Tom ook heel realistisch was daarnet. Dat is niet het geval. Ik heb 2 weken geleden nog een webinar gevolgd, georganiseerd door de stad Aalst, waarin dat ze ook zeiden van, kijk, van 100 mensen die u bezoeken op uw website, webshop, is er eigenlijk maar 2% die effectief iets koopt. Dus dat is zot weinig. Dat heeft mij, ik kan niet zo goed cijfers onthouden, maar dat is mij toch wel bijgebleven. Plus van de mensen die effectief iets in hun winkelmandje steken, is er maar 37% die effectief het koopt. Dus bij die, allee,
dat zijn toch dingen dat ik wel belangrijk vind om ook even mee te geven, dat we daarin heel realistisch moeten zijn. Desalniettemin is het superbelangrijk, Tom heeft het ook gezegd in zijn presentatie, een webshop maakt dat je een virtuele etalage hebt. Dat is in het begin, als wij gestart zijn met de webshop, hebben we de mensen een beetje moeten, opwarmen voor onze webshop te bezoeken. Maar een keer dat ze dat gewoon zijn, voelen wij wel dat heel veel mensen hun huiswerk, noem ik dat ook vaak, doen op de webshop en kijken wat we allemaal hebben, omdat dat heel goed mogelijk is om via de categorieën te kijken van wat en hoe. Als ik dan nog even kort mag de pluspunten van Softtouch voorstellen, dat is eigenlijk ja, het vertrouwen. Het feit dat wij al van 2007 samenwerken, dat maakt toch wel dat wij duidelijk geloven in dit bedrijf. Ook effectief, Tom heeft altijd gezegd, we zijn niet de goedkoopste, maar qua prijskwaliteit zit dat zeker goed. En dat kunnen wij alleen maar bevestigen. Want jullie kennen mijn mama niet, maar mijn mama is wel iemand die heel graag correct betaalt. Maar het moet dan ook wel kloppen. Het feit dat zij nooit blijven stilstaan, vind ik geweldig. Elke keer als ik de Tom hoor, dan is het van, weet je dat al, hebben we dat gedaan en dat en dat en dat. Vind ik super, omdat ik ook wel graag iets bijleer. Tom is ook heel eerlijk. Soms heb ik hem al gecontacteerd met een ideetje van, kunnen we dat of dat doen? En dan zegt hem aan Sophie, nee, dat gaan we niet doen, want dat gaat u veel geld kosten. En uiteindelijk kunnen we dat op die manier veel beter oplossen. Ik ben ook echt wel verslaafd aan hun app. Ze hebben een ongelooflijke, geweldige app op mijn smartphone, wat ik kan meten als ik op collectie ben of op vakantie. Af en toe als dat ooit is gebeurd, om te kijken hoe dat de omzet is in de winkel. Dat is echt gevaarlijk. Bij die tik wordt altijd bij een tik op het scherm kun je altijd refreshen. Je kunt dan kijken per dag, per week, per maand. Ja, gevaarlijk. Die app, maar wel heel tof om te weten waar dat bestaan vak van cijfers. Ik had het daar juist al gezegd, alles is met elkaar verbonden. Vind ik toch wel heel geweldig en ook heel efficiënt. Ik ben ook wel heel erg de fan van hun rapportjes. We hebben bijvoorbeeld nummer 1229. Dat is een rapportje dat ik elke twee dagen uitprint, omdat ik zie qua voorraad hoe dat we zitten. Maar dat is zo glashelder, met de foto's gelinkt. Je kunt daarop filteren van hoeveel voorraad dat je nog hebt en dergelijke. Dus ja, ik ben echt wel fan. En laatst... Zoveel enthousiasme. Ja, maar dat is ook zo. Ja, enorm fijn om vast te stellen. En ik zie Tom ook glunderen. Ja, wat een eer. Ja, dat ben ik ben al aan het blozen. Maar ik onthoud, sorry dat ik het even moet... Nee, geen probleem. Ik was eigenlijk klaar. Bundelen, ja. Ik onthoud zeker dat er ook achter de schermen daar een soort coachende rol is om je als ondernemer te ondersteunen. En dat is denk ik niet onbelangrijk, ook in die keuze van een platform, om te weten dat er... dat het vaak meer is dan een webshop, als je dat verkiest, met die rapportjes, met die kleine dingen die je op de hoogte worden gebracht enzovoort, om continu beter te gaan presteren. Mag ik jou bedanken, Anne-Sophie, voor deze... Ik wil graag nog één klein dingetje zeggen. Mag ik nog één klein dingetje zeggen? Ja, hoor. Het gegeven is ook, wat heel fijn is aan dit gegeven, is dat... De dag van vandaag denken mensen webshop betalen, opsturen. Maar zij hebben de mogelijkheid om te reserveren. En dat maakt een wereld van verschil. We hebben amper pakjes teruggekregen omdat wij onze klanten motiveren om de dingen te reserveren in de plaats van te kopen. Ja. Dus dat maakt dat klanten ook wel hun voorbereiding kunnen doen. Niet alleen tijdens COVID, waar dat we de pakjes ook gebracht hebben en met de klanten hebben gecommuniceerd omdat ze ook nog een vakje hebben om hun eigen opmerking te geven. Maar ook daarna... Nu klanten die doen hun huiswerk op voorhand. Op de half uur moeten ze komen shoppen. Dus ze maken een reservatie, laten weten waar dat ze komen passen. En dat werkt zeer efficiënt. Voilà. Bij deze, dank u wel. Super, dank je wel voor uw getuigenis. Met veel plezier. En ook Tom voor dankjewel, uw expertise. Dank je wel. Er komen zeker nog een aantal vragen binnen. De tijd is te beperkt om die te antwoorden nu live. Maar zoals gezegd, die worden verzameld en beantwoord. Dat is prima. Tussen staat Gregory hier al op het scherm te blinken. Gregory, ben je daar ergens in het virtuele landschap? Hallo, goedenavond. Ja, Gregory. Jij hebt een webbureau, Excited. Jullie ontwikkelen websites. En ja, los van producten, systemen, software, applicaties, gaan jullie zelf op maat gaan werken. Dat is jouw verhaal, dat is jouw keuze. Vertel eens wat je daarop kwijt wil. Oké, ik zal ook de slides delen.
We hebben straks nog iemand die ook getuigt, die voorheen maatwerk heeft, die nu in een overzetting is en die helemaal in het begin ook met Wix werkte. Dus dat wordt als afsluiter wel nog een mooi compleet verhaal. Oké, goedenavond. Ik ben Gregory van Hoeken, de zaakvoerder van Excited Webdesign uit Zwevegem bij Kortrijk. Wij zijn een team van 11 webdesigners met elke onze eigen specialiteit. We zijn een design-georiënteerd webbureau met een hele sterke technische achtergrond. Wij maken websites, webshops en B2B-bestelplatformen in functie van de doelstellingen van de klant. Ik ben gevraagd door Cies om enkele redenen te geven waarom het een goede keuze is om voor maatwerk te kiezen voor uw webshop. Maar ik wil beginnen met te vertellen dat wij als maatwerkbureau zeker niet tegen webwinkelsoftware zijn. Vaak is het voor starters meer dan voldoende. Maar we merken ook vaak dat klanten zijn die overkomen van een dergelijke software-as-a-service oplossing naar een maatoplossing eens ze de limieten van een pakket bereiken. Soms worden de limieten ook niet bereikt en ook dat is helemaal goed. Daarnaast wil ik ook een misverstand uit de wereld helpen dat maatwerk per se duur moet zijn. Eerst en vooral heb je geen commissiestructuren per bestelling en ook geen maandelijkse kosten die dan nog eens afhankelijk zijn van het aantal gebruikers of het aantal producten of een aantal modules of beperkingen. Bijvoorbeeld als je actiecodes niet kan gebruiken, enkel als je in het allerduurste pakket zit, dan vind ik dat ook al een moeilijkere oplossing. De eerste reden waarom ik vind dat maatwerk voor webshops zeker een goede optie is als je uniek wil zijn. Als je een webshop wel die uitspringt ten opzichte van jouw concurrenten, door bijvoorbeeld een design dat 100% op jouw maat gemaakt is, waarbij het platform zich aanpast aan jouw noden en niet omgekeerd, en dat we dus geen compromissen hoeven te maken. Wij designen bijvoorbeeld tot je 100% tevreden bent met het ontwerp. Geen templates, geen thema's, geen plugins, maar iets dat 100% jouw huisstijl doet uitkomen. Uniek zijn kan ook betekenen dat je een specifieke workflow hebt of een specifieke ervaring wil bieden aan je klanten. Dus niet het standaard categoriepagina, productfiche, winkelmandje procedé, maar iets uniek op jouw maat. Een tweede reden, de meest voorkomende reden waarom klanten kiezen voor Excited of gewoon een webbureau die webshops op maat maakt, is complexiteit. Omdat de meeste van onze e-commerce projecten hebben eigenlijk een bepaalde complexiteit. Meestal is dat een koppeling van een ERP-software voor het koppelen van producten op vlak van prijzen en stok, zoals bijvoorbeeld SoftTouch of DB-Fact, die ik ook eerder vandaag al hoorde, of anderen. Vaak worden de orders dan bij ons ook teruggestuurd naar die software. En dat is iets dat je niet altijd vindt, meestal zelfs niet, in software-as-a-service. Soms is complexiteit ook de manier waarop een product in je mandje terechtkomt. Bijvoorbeeld een configureerbaar product of een berekend product. Daarnaast kan complexiteit ook betekenen dat je een combinatie hebt van specifieke filters of een extra categoriestructuur. Ooit hebben we zelfs, qua complexiteit kan dat tellen, een webshop gemaakt waarbij producten getoond werden aan de hand van het huidige weer. Dus via een API vroegen we de locatie op van de klant en welk weer het daar was. En dan toonden we schoentjes in functie van het weer. Slecht weer, dan waren het laarzen en zo, en bij goed weer sandalen. Daarnaast kan het ook een regionaal verhaal zijn bij een koppeling of complexiteit. Bijvoorbeeld join of een aangepaste bpost-koppeling. De derde reden waarom je kan kiezen voor een webshop op maat, is op de groei. Eerder vandaag hoorde ik al dat je bij het gebruik van een platform vaak je businessvoering moet aanpassen aan het platform. Wij vinden dat het omgekeerd moet zijn en dat je platform zich moet aanpassen aan jouw manier van werken. Ook daarom is de expertise en de ervaring van een webbureau dat met jou meedenkt heel belangrijk. Niet enkel vandaag, maar ook toekomstgericht. E-commerce evolueert razendsnel en wij zijn jouw coach hierin. De volgende slide gaat over ontzorging. Maak je geen zorgen over de technische ontwikkeling en de hosting. Je hoeft niets zelf te doen. En in tegenstelling tot een SaaS-platform als Shopify, dat je helemaal zelf moet configureren, wordt de webshop door een webbureau helemaal geprogrammeerd voor jou, aan de hand van jouw doelstellingen en jouw doelgroep. Is er dan ook iets aan de hand, dan is het webbureau verantwoordelijk en niemand anders. Jouw webbureau heeft ook een netwerk van partners en specialisten
Een belangrijke tip die ik dan kan meegeven is, werk met een bureau, niet per se met een bijberoeper of eenmanszaak. Er zijn namelijk heel wat cowboys op de markt die je soms in de steek kunnen laten. Ik zeg dat uit ervaring, omdat heel vaak klanten eerst zo'n negatieve ervaring moeten meemaken voor ze naar een webbureau gaan. Een laatste reden, voor ik naar een case study ga, is eigenlijk iets dat nog niet ter sprake gekomen is. Maar bij ons is een webshop ook van jou. Dus bij een eventuele doorverkoop van jouw zaak kan je dat ook waarderen, terwijl je software anders huurt en er eigenlijk geen eigendomsrechten op hebt. Misschien niet zo belangrijk, maar toch, ik geef het even mee. Ten slotte wil ik nog een korte case study toelichten, waarbij de vier slides worden toegelicht. Parfumeriesgoodman.be is een project die toevallig deze week gelanceerd is, maar bij alle vier de troeven naar voren komen. Eerst en vooral is deze webshop een unieke combinatie van shopping en advies. Dat doorloopt doorheen hun website volledig heel interactief. Daarnaast is het ook een complexe webshop, omdat er een ERP-koppeling is met een dinosaurus van een ERP, eigenlijk genaamd Winparf. En er zit ook een complex spaarkaartensysteem achter. Het derde is dat de webshop gemaakt is op de groei, dat er nu al verschillende kortingsstructuren voorzien zijn, maar dat het open is om daarin te groeien. En tenslotte is er die ontzorging, want de klant werd geholpen door ons als webbureau en ook door een marketingbureau voor alles wat er rondhangt. Zo, dat was mijn voorstelling. En dan moet ik nog één houden tip geven. En dat is eigenlijk niet bezend eer je begint, maar analyseer eer je begint. Doe je huiswerk, bepaal je doelstellingen en denk daarbij niet meteen op de korte termijn en snel online zijn, maar denk erbij op de lange termijn. En nog één tip, daarnaast investeer in content. Content, content, content. Zo. Dat is helder. Bedankt. Je hebt dat heel goed voorbereid, heb ik de indruk. Dus je kent je verhaal bovendien als geen ander. Maar bedankt om dat zo kordaat en netjes op een rijtje te plaatsen. Trouwens, die website Parfumeries met een S, Goodman.be, is inderdaad recent gelanceerd. Een pareltje om content en e-shop met elkaar te verbinden. De enige oplossing daarvoor is inderdaad om maatwerk te gaan kiezen. En dat vereist natuurlijk wat voorbereiding en samenwerking en een goed plan uiteraard. Hè. Maar dat geldt eigenlijk voor elke andere webshop die we vanavond hebben doorlopen. Heel hartelijk bedankt, Gregory, om dit met ons te delen. En als afsluiter, Tina, ik moet me bijna excuseren, we zijn een beetje uitgelopen, maar met al die enthousiaste sprekers en die fans van alle systemen die we gezien hebben, kon dat bijna niet anders. Ik hoop dat je er nog bent. Ik ben er nog. Je bent er nog, fantastisch. Ja. Je hebt als afsluitende spreker het... eigenlijk wel een, mag ik zeggen, een bundeling van heel wat expertises. Je bent een aantal jaar geleden gestart met de Wix webshop, dan overgestapt naar, en je bent ook weer vandaag in een fase van overstappen naar. Mag ik jou vragen om jouw verhaal, Anna Pops, even heel concentreren? Ja, ik ben dus Tina. Wij zijn acht jaar en een half geleden gestart met de winkel. Wij zitten in Aalst, maar op een B-locatie, waarbij bij ons de nood om online te gaan vrij snel was gekomen. We hebben dat dan ook eigenlijk gedaan, vooral ja, natuurlijk via de sociale media. Via Facebook zijn we heel sterk gegroeid. Maar wij zijn dan wel direct tegen de nadelen van Facebook aangelopen en constant eigenlijk vragen krijgen over je artikelen. Is die maat er nog? Waardoor dat we zoiets hadden van oké, we moeten een soort van etalage hebben. We moeten een platform hebben waarbij dat de mensen duidelijk zien wat hebben we. En toen zijn we destijds ook met Wix begonnen. Omdat we dat natuurlijk ook heel laagdrempelig laag wouden houden. Ook, wij wouden ook eigenlijk niet zo heel veel gaan betalen daarvoor. Omdat ook gewoon het geld er niet was. We wouden eerst wel wat meer investeren in onze stok. Wix was voor ons goed als basis. Wij zijn daar eigenlijk wel heel wat ver mee geraakt. Maar we merken dat wij ook wel een belevingswinkel zijn die eigenlijk heel nauw bij de klant betrokken is. En
Bij Wix liepen we daar al hout tegen bepaalde dingen aan die we niet konden doen. Wij vonden dat we niet op maat van de klant konden gaan werken. Dus de vragen die we stelden werden dan gewoon in een soort van... Ja, dat wordt verzameld en dan zeggen ze gewoon van... Ah ja, oké, als er genoeg mensen zijn die die vraag stellen, dan zullen wij dat lanceren. Oké, we hebben daar dan niet op gewacht. Wij zijn via een klant eigenlijk op maat gaan werken. Nog altijd. Dus wij zijn met Stijn van Addict aan de slag gegaan. Wij hebben de site zoals hij er nu uitziet, is volledig met Stijn gebouwd. En we hebben eigenlijk daar een volledig CMS-verhaal achter de schermen rondgebouwd, omdat we in de winkel natuurlijk ook wouden verkopen en uit diezelfde stok wouden gaan putten. Want ik wou ook niet een apart systeem in de winkel en online, dus ik wou dat direct allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus zijn wij met Stijn eigenlijk ook een soort van kassasysteem gaan bouwen die volledig in diezelfde stok zit te kijken, zodat er ook geen fouten zijn en alle minuten stok ook up-to-date was. Wij hechten heel veel belang aan layouts, aan uitstraling, aan fotografie. Bij ons gaat het soms te weinig over steek het nu maar hou in je winkelmandje en koop het. Zit er bij ons iets te weinig in, dus daar zouden we nog iets meer moeten aan gaan werken. Dat eigenlijk de zoveel bezoekers, want we hebben best veel bezoekers, dacht het was onlangs gezegd dat we 13.000 bezoekers of zoiets hadden op een... jaarbasis, dacht ik. Ik ben ook niet zo goed met cijfers. En eigenlijk dat de conversie toch nog wel hoger mag met de schoonheid aan producten die er ook op staan. En daar merken we wel dat we vaak te veel naar de schoonheid kijken en soms een beetje de functionaliteit vergeten. En ook op leesbaarheid of lettertype, de grootte. Dus het gaat soms ook wel een stuk verder dan gewoon enkel fotografie. Op de dag van vandaag, ik ben eigenlijk nog heel tevreden over de website. Ook dat we die op maat gemaakt hebben, want ik denk dat ik op die 8 jaar tijd heel veel expertise heb opgedaan, heel veel dingen heb geleerd, wat wel, wat niet. Om zo eigenlijk nu een heel goede analyse, een beetje zoals Gregory het zegt, analyseer vooraleer hij begint. Ik begrijp het wat hij zegt. Natuurlijk is het als starter heel moeilijk om dat te doen en te gaan zeggen van oké, ik ga dat hier nu een krammel analyseren, want je weet ook niet wat op u afkomt, ook niet als ondernemer of wat er op u afkomt als winkel. Dus ik vind ook wel dat je jezelf de tijd moet nemen om eerst met iets simpeler eventueel te starten, om dan, als je inderdaad tegen je beperkingen aanloopt, naar een op maat gemaakt systeem te gaan werken. De zaken waar ik nu, vind ik, tegenaan loop, is een beetje data. Dus ik denk dat we up and running zijn met de site. Maar nu wil ik eigenlijk veel beter mijn aankoopbeleid gaan sturen. Wil ik ook veel beter gerichte marketing gaan doen. We willen echt wel die betrokkenheid van de klant online heel sterk gaan verbeteren. Dus we willen niet zo puur... Like sales, daar zijn we allemaal niet voor. Wij willen echt gewoon dat mensen naar onze site komen die echte believers zijn van ons, ambassadeurs zijn, die het ons gunnen om het aan te kopen. En dat doen we heel sterk in de winkel, maar dat willen we ook online uitstralen. En dit is denk ik ook een beetje bij ons een belangrijk verhaal in die webshop. En omdat we toch een beetje nu vastlopen misschien op het maatwerk, omdat Stijn is ook alleen, is minder ambitieus om te gaan groeien. En omdat we daar merken van oké, wij willen wel die groei realiseren, zijn we nu eigenlijk een beetje naar een groter bedrijf gaan kijken en zijn we in zee gegaan met Tilroy. Die dan voor ons dan meer expertise heeft, maar eigenlijk willen wij wel wat we nu hebben gewoon daarin steken, maar dan gekoppeld aan alle data en alle info die zij ons extra kunnen geven. Ze zijn ongeveer even lang als ons bezig met ook het omnichannel verhaal van kassa en webshop, wat dat we echt bij ons een hele belangrijke is, want zonder webshop zijn wij vandaag niks meer. Dus doet die webshop weg en dan... waarschijnlijk niet, maar dat gevoel heb ik wel. Dat wij die website zo hard hebben uitgebouwd dat we echt wel niet meer zonder kunnen. En die hebben we zelfs nodig tot in de winkel. Want wij gebruiken onze webshop in de winkel voor de verkoop. En
daar willen we eigenlijk nu nog wat meer op inzetten. We geloven dat we echt wel meer kunnen gaan groeien, ook nog online. En corona heeft dat uiteindelijk ook wel bewezen. Maar zonder corona willen we eigenlijk ook wel heel wat meer gaan verkopen online. En ook nog meer bezoekers naar de winkel trekken, dankzij de etalagewebshop. En met Tilroy hoop ik dat, maar ik zei het, dat staat nog in zijn kinderschoenen, hoop ik dat te kunnen realiseren. Dat is heel nieuw, heel verse informatie nu met Tilroy. Ja. Tilroy is een Vlaams product. Ja. Je hebt een aantal andere pakketten bekeken, geëvalueerd, gekneed, ja, een beetje door. Ja, ik heb bekeken om het op Magento te zetten, maar goh, ik heb vooral echt wel gaan luisteren naar anderen. Hè. Ik heb ook contact gehad met Softouch, maar hadden ze al iets verder gestaan naar het webshop gedeelte, want ze zijn een heel, 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 heel goed kassasysteem, zeker en vast. Ik zou voor het kassasysteem onmiddellijk tekenen. Maar voor mij staan ze nog niet ver genoeg op webshop gedeelte. En allee, vooral dan haar uitstraling en het visueel en zo. Dus ik wou er ook niet op inboeten. Het zou voor mij echt wel een stap terug zijn als ik nu zou zeggen van, ja, die layout, dat kan totaal niet. Het zou heel veel stappen vooruit zijn op gebied van data. Daar ben ik zeker wel van overtuigd. Maar ja, we hebben dan gekeken naar een Magento om te koppelen met een kassasysteem, naar een WooCommerce te koppelen met een kassasysteem, maar voor mij blijven het nog te veel twee aparte verhalen. En ik heb niet graag dat mijn artikelen om 2 uur 's nachts dan worden... Allee, we hebben op een zaterdag een heel sterke verkoop in de winkel. Online is dat dan ook wel een mindere dag, dus dat compenseert wel, maar... Ja, het moet altijd lukken dat we aan het verkopen zijn en dat er online ook diezelfde artikelen... We zijn daarvoor niet groot genoeg. Wij gaan ook voor unieke dingen. Dus op dat gebied kunnen wij ook niet alles in tienvoud gaan aankopen. Dus het risico is altijd groot dat er iets uitverkocht is in de winkel dat we dan niet meer online kunnen aanbieden. En dat is voor ons... Allee, dat blijft voor ons wel... Dat doet het afbreuk aan onze betrokkenheid met de klant en de teleurstelling van de klant. En dat zijn de dingen die we niet willen. Heel hartelijk bedankt, Tina, om dit met ons te delen. Graag gedaan. Heel veel succes met de nieuwe site, want dat wordt weer een nieuw proces van verandering. Veel werk doen, ja. Dus heel veel succes en blijdschap ook in die ontwikkeling, uiteraard, voor de winkel en de webshop. Er staan intussen nog een aantal key takeaways van jou op het scherm. We gaan die niet meer helemaal overlopen, sorry, want de tijd is beperkt. Het is al na 10 uur geworden intussen. Ik heb enorm veel dankbaarheid naar de mensen die geholpen hebben om deze webinar vorm te geven, om inhoud te kleuren. Jente, Lauren, Patrick, David, Christophe, Geert, Sven, Evi, Tom, Anne-Sophie, Gregory en Tina. Hartelijk bedankt om jullie ervaringen te delen. Zoals gezegd, de vragen die nog resten via de Q&A, die worden allemaal gecapteerd, die worden allemaal verzameld en die verschijnen... heel binnenkort op vlio.be/jezaakonline en via support@mixunited.zendesk.com, dat is een hele mondvol, kan je nog een aantal vragen stellen. Feel free, wij gaan daar in de komende dagen en maanden zelfs nog verder antwoord op geven. Voilà, ik hoop, ik hou het hiervoor bekeken, ik hoop dat jullie er heel veel hebben mee opgestoken, dat jullie bijgeleerd hebben, een inzicht hebben gekregen op de verschillende platformen. Ik wens je nog een fijne avond uiteraard en heel veel succes met de webshopactiviteiten die jullie opzetten of exploreren in de komende tijd. Dankjewel, goedenavond.